pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights.
Alright, en how about now? Als het goed is, werkt het nu wel. Wat een raar foutje was dit van mezelf. Maar als het goed is... Als het goed is, werkt het nu wel. Ik ben even mijn eigen stream aan het luisteren. Alright, en how about now? Ja, hè? Als het goed is... Oké, nu wel. Oké, gelukkig. Ik had een klein foutje gemaakt. Ik had namelijk mijn audiosporen verkeerd staan. Ik zei tegen mijn stream van, hey, je hoort alleen audiospoor 1, terwijl mijn mic stond op audiospoor 2. En die pakte die niet, stond verkeerd ingesteld. Mijn fout, weer wat geleerd over mijn streamprogramma. Even kijken of die dan wel gewoon het desktopgeluid pakt. Kan zijn dat dus ook verkeerd nog staat dan. Die staat ook op geluidsspoor 1. Dus als het goed is... Als het goed is, werkt nu alles. Nou, ik had best wel eigenlijk een mooie opening speech. Maar ja, die hebben jullie dus niet gehoord. Ik zei namelijk, ik hoop dat het allemaal goed met jullie gaat. Dat jullie nog steeds allemaal gezond zijn. Het is een fucked up tijd waarin we leven. Het coronavirus, het neemt heel Nederland in zijn greep eigenlijk, in zijn macht. Het houdt heel Nederland in zijn macht. Ik hoop echt... Echt waar, dat jullie allemaal gewoon gezond zijn. Dat jullie ook allemaal de regels van de quarantaine en van het coronavirus, 1,5 meter afstand en dergelijke, dat jullie dat serieus nemen. Het is letterlijk de grootste crisis waar Nederland ooit in heeft gezeten, buiten oorlogstijd. Het zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden van Mark Rutte. Dat moet wel zeggen hoe serieus dit is, als onze minister-president dat zegt, als die ons land op die manier toespreekt. Ik vind het nog steeds allemaal super heftig, maar ja, ik overleef het op zich wel. Ik sluit mezelf gewoon op in de studio om voor jullie video's te maken. Elke dag om 4:30 en om 4:30. En natuurlijk regelmatig livestreamen, dus op zich, ik red me wel, maar het is en blijft gewoon een bizarre situatie. Dus ik hoop echt oprecht dat het allemaal goed met jullie gaat. Daar wilde ik wel echt even mijn stream mee openen. Goed. Let's hope dat iedereen gewoon gezond is en dat jullie allemaal... Je goed houden aan de coronaregels. Dan gaat het allemaal goed komen. Anyhow, we gaan vanavond weer lekker voor naar thuis teampje doen. Ik heb er gewoon knijters veel zin in. Lekker weer voortijd knallen. Samen met Noah natuurlijk. We gaan weer grinden voor de champion divisione. Als het goed is werkt al het geluid nu, dus dat is top. Ik ga even Noah erbij halen. Hey, hallo Noah. Hey, hallo Roy. Hey, Matsko. Is your mic working again? My mic is working, yes. Hello. Één ding moet ik wel even testen, omdat ik niet zeker weet of dat dan nu ook werkt, maar het goed is wel. Ik ga eventjes in-game, als mijn controller het doet. Jeetje, nou. Wat is dit nou weer dan? Doet mijn controller het gewoon niet? Oh, nu wel, kijk. Ah, top, Melkato moest even het signaal pakken. Oké, ik ga even een dansje doen of een beep-beep. Oké, laat even weten of de audio van de game het doet, want het kan dus zomaar zijn dat ik dat dan ook verkeerd heb ingesteld. Ik weet niet hoe dat zou kunnen, maar het zou kunnen. Dus check het even of dat... laat het me weten in de chat of het gamegeluid gewoon te horen is. Mochten we daar zeker van zijn, dan kunnen we gewoon gelijk beginnen. Ik invite jou alvast Noach. Wie? Flee. Alright. Ik zie wat jaatjes in de chat. Ja hoor, oké. Ja hoor, perfecto. Dankjewel voor het confirmen jongens, het gamegeluid werkt, dus dat stond dan wel goed ingesteld. Ik ga even een andere skin aandoen, dat wordt heel vaak gevraagd in de chat. Zullen we allebei hetzelfde aandoen? Ja, ik heb zullen net wij... een nieuwe skin, oh mijn god. Oh man. Zo nice, ja, zeg maar wat je skin je aan wil. Zolang je maar mooi is. Het is alleen maar schoon is het. Alleen maar schoon is het niet, hè. Ja, ik vind deze wel schoon. Lang al niet meer mee gespeeld ook. Heb jij die? Waarom ja, spel zo, hoe heet die? Even kijken hoor. Deze skin heet Astra. Geen Astro, weet je, geen headset, maar gewoon een Astra. Een Astraatje. 3000 kijkers al jongens, dat is niet normaal, dat is heel veel. Dank jullie wel. We hebben Rinse met de 3 euro. Yo Roy, alleen maar love en respect naar jou, succes met de stream. Ik duim voor je, Rinse. Dat is super aardig van je. Dankjewel voor de 3 euro donatie. En we hadden ook nog Alwin K. met 1 euro. Mijn thumbnailmaker. Ik weet niet of het iemand is die nu gewoon zijn naam gebruikt. Of dat het daadwerkelijk Alwin is. Maar die zegt, Jo Broski, met mij gaat het helemaal goed man. Wanneer weer wat nieuwe thumbnail info. Succes met de stream. Alwin, dankjewel Broski. Als ik zo je berichtje lees.
dan denk ik wel dat jij gewoon de echte Alwin bent. Wanneer de thumbnail info, sorry man, ik denk vanavond na de stream, dus het is wel wat later. Over het algemeen hebben Alwin en ik de regel dat we maximaal 9:30 lever ik de thumbnail info bij hem aan, zodat hij ruim op tijd mijn shit kan regelen. Maar vanavond ga ik dus even wat later zijn. Ik heb hem op squat staan. Waarom doe je dat, Roy? Hey, Roy, waarom doe je dat nou? Hey, hey! Nou, nu staat hij in ieder geval op duo's. 5670 puntjes. Dat betekent dat Noah en ik nog 330 punten in totaal verwijderd zijn van de Champion Division. En we komen er dus wel echt in de buurt. We komen echt ontzettend in de buurt. En dat maakt het dan ook wel weer een beetje spannend, weet je wel. Elk potje wil je nu gewoon vlammen. Elk potje willen wij gewoon voor die placement gaan. En natuurlijk ook kills, ook lekker meegenomen. Maar het wordt nu gewoon, het komt in één keer gewoon dichtbij. Het begint een beetje te kriebelen. Sander met de 3 euro. Jongo, je bent een groot voorbeeld. Ik wil heel graag netbeheerder. Wat? Ik wil heel graag netbeheerder. Heb Fortnite spelen. Heb nog tips voor mij voor Fortnite. Wow, die is best wel raar geformuleerd, maar ik ga proberen te ontcijferen. Jongo, je bent een voorbeeld voor mij. En ik wil heel graag netbeheerder worden. Denk dan dat je bedoelt. Ik heb Fortnite gespeeld. Heb je nog wat tips voor mij voor Fortnite? Dat is wat ik ervan zou kunnen maken. Als ik hem eventjes een beetje vervoeg voor je. Tips voor Fortnite. Zorg altijd dat je wapens gereload zijn. Klinkt als een AliExpress tip. Maar geloof me, het is echt een goede tip. Want ik vergeet het regelmatig. Voornamelijk met mijn SMG heb ik het altijd. En daardoor ga ik dan altijd dood. Ja, dat gebeurt me nogal vaak. Toch, Noah? Oh, Noah hoort me niet. Oké, nou, dat kan ook. Andres is jouw sponsor geworden. Andres, dankjewel voor je sponsorship. Jij hebt vanaf nu een groene naam in de chat. Roy is het logootje voor je naam en toegang tot hele vette emojis. Thanks, bro. Wat zei je, boy, Noah? Oh, je hoort me nu wel. Ja, nice. Ik was even iets te geconcentreerd op iets. Oh. Deed je vriendin iets geks of zo? Nee, dat niet. Was er maar. Oh, dat was... Was normaal. Nee, ik weet ook niet eens meer wat ik vroeg eigenlijk. Oh ja, dat ik altijd vergeet mijn SMG te reloaden. Dat is eigenlijk toch, Noah. Dat is een beetje een Roach. Dat is echt een Roach. Oh, we zijn ook al begonnen. Ik zat naar een kale kop te kijken. Maat, wat ben je allemaal aan het doen, joh? Ja, naar een kale kop aan het kijken. Wat? Iemand is een hoofd kaal aan het scheren. Dat vind ik wel mooi. Oh, dat is wel Skonja. Oh man. Wie de fuck? Is dat Jani? Het is Jani. Ik zag het net al in de chat voorbij komen. Jani, boy, man. Wat een gek. Ja, maar maat, ja, we zijn nu wel echt het zaadje, dit potje. Ja. Ik ben niet zo... Ja, kut. Ja, man. En een gun op jou. Ja, fuck, man. Lelijk. Ja, hij pakt nu een wapen en dan gaan we daarmee finishen. Ik ben dead. Nee, dit vind ik wel kut, ouwe. Gelijk zo de fucking stream beginnen. Dit vind ik echt beun. Heel erg zaad zelfs. Ja, dat is heel pauper. Pauper en Noah met zijn kale kop kijken. Dit gepauper. Ja, maar met mijn kale kop kijken wil niet zeggen dat ik jouw slechte landing heb veroorzaakt. Nou, ik had geen slechte landing. Nou, oké, niet slechte landing, maar 2 man op je hoofd. Ja, dat is fucked up. Gewoon fucked up. Daar kan ik niks aan doen, ja. Even kijken. Ik had een donatie ook nog van Luc. 3 euro, hoor. Je maakt echt leuke video's. Ga zo door. Blijf gezond, zodat je leuke video's kan blijven maken. Hell yes, Luc. Dankjewel voor je 3 euro. Ik ga mijn best doen. Ik blijf gewoon lekker in quarantaine, waarvan ik hoop dat jullie het ook allemaal doen. En dan gaan we er snel weer bovenop komen, oké? Komt goed. We moeten gewoon sterk blijven met z'n allen. Ja, dit is gewoon fucked up, man. Ik had niet eens een wapen. Ik haat het om zo gelijk mijn stream te beginnen. Ik vind dat zo verschrikkelijk kut, jongen. Ja, dubbele pickaxe heb ik echt niks aan. 28 seconden voor mijn reboot. Ik bedoel 38. 36, 35. Robert die zegt, doe de creator code van Roy. Robert, ik ben het nog nooit zo erg eens met jou geweest, gabber. Holy damn, ouwe. Code Royalistic in dit item shop. Ja, wat moet ik doen? Ja, niks. Je bent in een sandwich. Ik ben alleen nog een beetje aan het twijfelen of jij de sla bent, de tomaat, de komkommer. Je hebt nog 40 seconden voor de reboot, 13. Ik ben de uitjes, maat. Uitsch. Oh mijn god. Ja, leuk. Ja, leuk. Nice, man. Ja, we hebben een leuk eerste potje. Dat is altijd fijn om goed te beginnen. Ze zeggen wel eens, een goed begin is het halve werk. Nou, dat zie je maar weer. Kijk, met zo'n lekker eerste potje, dat starten we gelijk goed mee af. Nee, maar serieus, nu gaan we gewoon geconcentreerd landen samen. Nou wil ik even, ik wil niet de hele tijd doodgaan en punten door het toilet heen spoelen. Nee. Dat vind ik fucked up. Dat vind ik echt fucked up. Dus we gaan het nu even anders doen. Let's go. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuw potje. Dit was gewoon een poep begin. Ik kon er niks aan doen. Ik werd gelijk gepickaxed. Ja, wat wil ik er meer over zeggen? Dat is het enige wat ik erover hoef te zeggen.
Twee mensen op mijn dak. Pickaxe mij de moeder. Ja. Tot ziens, Roy. You can die. Ja, oh, kut. We hebben trouwens geen stream delay aanstaan. Of ik bedoel, in een matchmaking delay hebben we niet aanstaan. Nee, niet, man. Nee, volgens mij niet. Dus that could be a reason wat er, dat er nu weer onheil... Of jij die hebt ingesteld. Volgens mij niet. Jij bent de host. Volgens mij niet. Zeker weten doe ik het niet. Kan zijn dat ik het wel heb. Maar ik weet het niet zeker. Oké. Okay. Lekker de servers of zo? Wat is er aan de hand, joh? Het speelt helemaal niet smooth. En dan heb ik het niet over de FPS, maar meer over de connectie. Nou, dat is al een paar dagen zo, gast. Ja, wel, hè? Nou, daar heb ik echt veel last van gehad de laatste dagen. Vooral op endgame. Dan bouw je, maar het doet helemaal niet. Ja, ik heb het meestal in het begin met een trap. Ik weet niet, altijd met een trap heb ik het. Heel raar. Goed, we gaan er weer voor. Ik weet dus niet of wij een hidden matchmaking delay aan hebben. Maar daar gaan we nu achter komen. Want als wij nu naar Pleasant Park gaan en er gaan echt 5 duo's heen. Dan weet ik zeker wat er nu aan de hand is. Want met deze bus. Nooit Best dat is er nooit 5 duo's heen gaan. Nee, nee, maar zeker niet met zo'n bus. Dus mocht dat nu in één keer wel het geval zijn, dan. Jawel, wel als de bus er echt overheen vliegt. Als eerste plek, zeg maar. Dat is al druk. Even kijken, heb ik nog alles gehad? Ja, volgens mij wel. Andres was de laatste. Die was nou sponsor geworden. Die had ik gehad. Dus wij gaan nu voor een Pleasant Park landing. Ik zie sowieso al één iemand heen gaan. Een duo. En nog een duo gast. Twee duo's. Oké. Okay. Onheilspellend. 3 duo's. Ja, dit zegt mij genoeg. Ja. Dit zegt mij genoeg. Dit is zoiets wat ik denk van... Ja. Ja, I know what's going on right aan. Now. Hier hangt een heel vies streamsnipe luchtje aan. Maar goed... Ik wil niet zeggen dat ze ons ook gewoon gaan killen. Wij kunnen ook gewoon terugschieten als we wapens hebben. Oké, ik begin met een blauwe burst. Zie je, weer bouwt hij mijn trap niet. Dat is zo raar. Ik moet gewoon nog even niet smooth aan. Alles gewoon. I know, right? Hier, pakt hij die pump niet op. Lijkt wel alsof ik op 0,75% speed speel. Alsof je een filmpje afspeelt op 0,75% snelheid. Zo lijkt het dat mijn Fortnite nu runt. Dat is niet goed, maat. Heel raar. Ik kan het niet echt, uitleggen. Maar ik voel gewoon dat er iets niet klopt. Ja, bij mij voelt het ook zo. Ja. Hier. Wat is dit, joh? Alles reageert zo slecht. SMG, daar ben ik wel blij mee. Oh, jij hebt shield, dat is lekker. Ik heb hier al één mini voor je, als je wil. Pas op, mensen hebben al heavy sniper. Op het veld, hè? Ja, twee man. Zou niet pieken. Oh, shield hit. Oh, daar, oh ja. Kim. Is hij naar beneden gegaan? Ja, en eentje staat dan rechts. Ja, ik zie je. Naar beneden. Die had ik gehit met shield. Of op shield. Ik heb geen RPG, man. Dus ik bedoel, ik heb geen AR. Ik heb wel een RPG. Ik zoek die gasten nu. Eentje nog. Nee joh! Eentje finished. Lekker gast. Kom maar aan, hold on. Hier, wat is dit? Bouw is gewoon een trap. Als ik erom vraag, gast. Oké, kom er nu aan. Ik ben bij je. Maar hij zit er bij me in mijn box. Zie het. Hij is weak. One shot. Heb hem. Hier een mini. Nog meer ja, mensen. Ja, kom mensen aan. 135. Ik heb hem. Nice. Komt er nog één aan, denk ik? Of niet? Ja, hij staat bij mij. Oh, de rusting aan hem. Fuck. Je hebt hem? Ja? Nice. Nou, special chest. Ja hoor. Ja, tuurlijk. Noah. Tuurlijk. Nou, hoe kan het ook anders? Ik zweer het, jongens. Altijd als ik een special chest open. Maar letterlijk altijd. En niet overdreven. Altijd een pistool. Altijd een paarse pistool. Ik zweer het. Direct een blauwe SMG. Het is nog nooit anders geweest. Bizar. Ah, lekker.
Dan ligt hier misschien nog wat moois. Ja, in ieder geval groen AR. Nou, ik neem maar nog meer medkits mee. Ik heb letterlijk nu 5 medkits bij me. Oeh. Not even joking. Legit. Ja, jij kan er eentje van me gebruiken als je wil. Wat je wil. Ja, het is voor 6 HP. Ja. Yeah. Maar ja, ik heb er zoveel. Bas is ook sponsor geworden. Bas, dankjewel, ouwe. Dankjewel voor je support. Jij hebt vanaf nu ook een groene naam in de chat. Royalistic logo's voor je naam en toegang tot hele vette emojis. Door gebruik te maken van dubbele punt. Royalistic in de chat. Dankjewel. Thanks, buddy. Alright. Mag gezegd worden, deze zijn op zich best gesmaakt. Wat zeg je? Zij mag gezegd worden, deze zijn op zich best wel gesmaakt. Ja, maar echt. Ben jij dat in het toilet? Ja. Oké. Okay. Then it is good. Then it is good, you know? Even wat mensen gesmaakt in hier. Lekker. Hey, trouwens, de cirkel gaat nu krimpen. En hij is op zich ja, niet ver weg. Oh, niet dichtbij. Ah, dat komt er dus goed. Pak nog even snel wat je nodig hebt. 5 medkits. Ja, maar echt, hè. Pauper, 5 medkits, gast. Wat is dit dan? Wat ik ook wel bijzonder vind, is dat we op dit tijdstip, het is op zich al best wel laat, 9 uur 's avonds, dat ik gewoon 4400 kijkers heb. Dank jullie wel allemaal, jongens. Dank jullie wel voor jullie support. Dat is echt insane. Dat is niet te zuinig. Ja, 4400 kijkers, maat. Wat is dit dan, hé? Waar heeft iedereen vast al het begin van je nieuwe video gezien? Het begin van mijn nieuwe video, even denken. Waar jij nu ja, op doet. Ja, het over de MacRap. Oh, MacRap. Ik kijk letterlijk het begin en ik hoor meteen MacRap. Ja, jongen, we hebben het alleen maar over die pauper MacRap, jongen. Heerlijke MacRap. PS. Oh, ik ga het er niet weer over hebben met je. Pauper yeah. MacRap. Hey, een Big Shieldos. Die kan ik wel meenemen. Ik heb nu 5 medkits bij me, dat slaat helemaal nergens op. Kan ik beter 3 medkits en 1 Big Shield dragen eruit? Ja, ik heb 6 minis bij. Heb je rockets? Heb ik rockets is jouw vraag. Oh, ik ben nog steeds weer met de verkeerde knop aan het kutten. Nee, heb ik niet. Die habe ich nicht, meine Plattfuß. Ik niet haben. Nein. Right. Ja, laten we hier even gewoon een scoren potje van maken. Nog 45 alive. We hebben samen 3 kills gemaakt. Nee, ik heb er 3 alleen al. Oh, dan hebben we er 4. Ik heb er eentje. Ja. Dat betekent dat we de bus al terug hebben, of niet? Dat is lekker, ja zeker. Ja. We hebben 40 punten nu al gepakt. Dus vorige potje hebben wij pas goed gemaakt, dus we nu weer 40 punten pakken extra. Hier is iemand bij me. 2. 23 hit. Klopt. Achterste is het, of niet? Oh nee, dat is de voorste in die box. Oh, en links van loopt er ook nog eentje. Weer een nieuwe sponsor, ik ga je zo meteen opnoemen natuurlijk. De linker, die zit daar inderdaad. Ja, die ga je hitten. Oh, helaas. Lopen er nog 2 achter, we moeten gaan. Oh, hij is zwaar git, ouwe, die andere. Niet challengen, er zijn er 4. Zijn er 4, maar ik zou het niet doen. Ja, hoe wil ik hier weg? Knocked. Is dat die boven mij? Nee. Ja, die zat boven je. Oké. Ik neem nu Big Shield in, daarna ben ik weg. Nog eentje. Netjes. Moeten nu splitten als man. Oh, volledig shield brook, die naar beneden. Ping. Oh, hij heeft een snipe. Hier. Wow, daarnaast een minigun. Circle nog steeds, watch out. Ja, achterste. Oh, lekker. Heel netjes nou, hoor. Je bent goed bezig, gast. Oh, ik ben weak. Ik zie hem. Hij is shield broke. Hij is white. 1 keer hit op white. 30. Hij is nog een keer white. 29. Ik ben weak, man. Ja, ik heb hem. Lekker. Loop door. Oké, okay, let's go. Hier kan je campfire pakken als je wil. Alright. We zijn bijna safe, man. Ik heb nog 3 medkits. Let me know als je eentje wil hebben. Goeie fight.
Nee joh! Er ligt ook een heavy sniper en die vind ik toch iets lekkerder toen. Ja, dat zou ik ook doen. Ik heb er toch 3 gast. Meer dan genoeg. Nieuwe cirkel, moa, die valt mee. Die hebben we wel. Die hebben we wel. Kon erger. Oké. Okay. Nou even hopen dat we niet in de storm nog een keer gegankt worden. Dan zijn we safe. Wat zei je? Ik zeg nu hopen dat we niet in de storm nog een keer gegankt worden. Dan zijn we safe. Nee, true. Dan zijn we fan. Wow, ik had er ook weer even een paar smack, maat. Ja, netjes man. Die RPG is zo overpowered, maat. Ja, dat is ziek, hè? Als je die goed gebruikt, zwaar overpowered. Moet ik een medkit voor je klaarleggen in mijn box? Ja. Kijk hoor. Ik heb nu 6 kills, man. Dus oh. We hebben als het goed is, punten ik heb terug. Ik heb er twee. Dus we hebben 8. Ja, dus we hebben het vorige potje goed gemaakt, zeg maar. Ja. Daar gingen we gelijk dood, zonder kills. Vorig potje goed gemaakt, dat is lekker. Veel lekker zelfs. Alright. Oké. Okay. Hey, ik zie daar minis liggen. Ga ik meenemen in plaats van die ene C4 die ik bij me heb. Dat is toch waardeloos. Oh, daarachter wordt gebouwd. Een box. Right there. Yep. Laten we alvast naar de storm, of naar de cirkel gaan, man. Ja. Agreed. Go, man. To the circle. 4500 kijkers, jongens. Een dikke shout-out aan jullie allemaal. Dat jullie met zoveel mensen aan het kijken zijn. Dat is en blijft gewoon insane. Dank jullie wel voor de support. Meen ik oprecht. Insane, jongens. Op de berg wordt hier gebouwd. Op mijn ping. Dus watch out. Ja. Zitten daarboven. Het is alleen nog even wat hout hakken hier. Ja. Ik moet ook hout hebben, man. Hier zitten ze nog steeds, gast. Ze zijn daar ook echt in fight. Het een beetje rechtsom, denk ik. Ja, eens. Ik volg jou wel. Oké. Ik heb weer full hout. Ik heb nog 15 hout nodig, en ben ik full. Steen zit ik heel slecht in, metal heb ik full. Ja, ik heb alles full, man. Oh, daar lopen mensen. Hier, precies op mijn ping. 2 mensen. Ik denk dat je schoon moet skippen, gast. Dat je er niet voor moet gaan. Nee, ga maar een beetje hier links de berg op. Ja, doe ik. Mensen nog in de rug, inderdaad, ja. Kinky in de shot. Ik ben hier boven, gast. Ik kan hier eventueel even boksen als je wil. Ja, vind ik een hele goeie. Zeker wel. Je ligt ook nog... Ga maar even naar midden. Volgens mij is dit ook gewoon nog unloaded. 150 op SW. Oké. Niet unloaded trouwens. Maar moeten we niet gaan challengen, want dan krijgen we die third party van die andere guys. Ja, precies. Dus laten we doorlopen naar midden. Oh, met je meelopen? Oké, cool. Kom maar aan. Ja, ik denk dat position nou belangrijk is. Absoluut, mee eens. 28 live. Ik denk dat hier een launchpad is geplaatst. Hier zo, of niet? Ja. Kunnen we pakken. Als we nou even wachten tot een nieuwe cirkel, kunnen we die launchpad pakken om de perfecte positioning te pakken. Ja, dat is goed. Ja, toch? Ja, dan zit er meteen perfect, gast. Juist. Oh, achter mij. Hij heeft me niet gehit. Ja, ze zitten in onze rug, Ik zie ze niet. Deze berg. Precies op mijn ping. Oh, hier liggen nog minis, gast. Ik heb nu 6 minis. Ik ben bijna bij de lounge. Ik ben ook bij... Hieronder ligt nog metaal en steen, man. Oké, okay, we weten nu de nieuwe cirkel. Ja, steen ga ik pakken. 350. Oh, gast, dan heb ik alles vol. Nee, dat meen je niet. Er zit er rechts mee. Heel saai. Ah, ik ben geen voelder, dan kan ik ook niks doen. Ja, ik denk dat ik niks kan doen.
Gast, wat een kut edit zeg. Ik was net geen full health, man. En dan kan je ook gewoon niks in. Maar dit moet lukken. Heb je een medkit? Lekker. Nog minis nodig? Minis nodig of niet? Ja, heb ik, heb ik. Hij zegt, hey! Dit meen je niet! Dit meen je niet! Oh, mijn god. Wauw. Wauw. Deze mannen hebben al zieke pumps. Ik heb er één. Oh, ik ben buiten. Ja, ik kan hier niet in. Ja. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik heal, hè, ik heal. Ik kan niks doen, dan weet je dat. Hij zit boven me. RPG'd. Ik ben safe. Waar zit deze gast überhaupt, ouwe? Zit fight. Ben bij je? Ben bij je? Ik ben alleen mijn minis kwijt. Ik heb 2 minis. Ja, ik heb jouw medkits als het goed is. Oké, okay, we moeten verder, cirkel. Die guy loopt onder ons. Heerlijk, maat. Ik schoot jou dat gat in, of niet? Volgens mij wel, ja. Lekker, hoor. Well played, well played. Oké. Okay. We hebben een launchpad, trouwens. Opgepakt van die guy. Er is nog metal. Kan ik niet gebruiken, heb ik al. Ik kan alleen nog hout hebben. Bij de rest heb ik 1 medkit. Meer heb ik niet qua healing. Ik heb 6 minis. Moet je hebben? De helft? Ja, dat kan. En dan moet je even die medkit innemen. Ja. Oké, okay, cool. Lekker, man. Dit stopt. 4852 kijkers, jongens. Welkom op de livestream. Het is een heel hectisch spotje, zoals jullie kunnen zien. Top 12 hebben we ook. We zijn echt zieke punten aan het farmen, Noah. Deze hebben we even goed gespeeld, gast. Oh, mijn god. Zo jammer. Oké, okay, we moeten lopen, houden. Zit hij hierboven? Ik ben weer niet helemaal full, jongen. Daar kan ik zo slecht tegen. Oh nee. Kijk, zit safe. Right. Maar we hebben helemaal niet zo'n hele goede loot, maat. Best nee, erg. Hij zit hier in de box. Kan ook zijn dat hij daar inmiddels uit is, trouwens. Iemand in de lucht. Oké. Okay. Ik heb nog steeds een launchpad, hè. We kunnen die zometeen eventueel gebruiken voor rotatie. Even kijken naar de volgende cirkel. Precies, ja. Ik denk wel dat die nodig is, maar laten we even checken. Ik denk het ook, denk het ook. Nog even afwachten. 5000 kijkers, jongens, dank jullie wel. Dank jullie wel, insane. Ja, ik denk dat hij de berg over gaat. Hier voor ons. Ik denk ook dat we de launch nodig gaan hebben. Ja, hè? Ja. Gelijk doen? Ja, maar even kijken. Kunnen we niet linksom? Nee. Doen? Ja, zet maar hier neer. Let's go. Lambda. Ja, cool. Wat deze landing hebben gered is echt super chill. Oh.
Oh nee, waarom mis ik die? Oh, volg het. Oh, je bent helemaal daar. Zitten mensen hier onder mij? Eentje heb ik een one-shot die onder je zit. Hij bouwt met metal, dus ik denk dat hij out of match is. Oh, is hem hier. Hij zit nog steeds te bouwen. Nee, hij zit nou onder mij. Letterlijk. Okay. Ze komen richting jou. Twee man, eentje cracked. Eentje letterlijk 30 HP. Oké, okay, zit hij naast me? Ja, één aura skin. Daarin. Kom richting mij als je kan. Oh ja, trouwens, je zit nou cirkel. Blijf fight. Blijf goed bouwen. Is het goed? Wat hard gehit? Nou, één keer gewoon 36 gaan. Super was ik mee. Zit een cirkel, dat is lekker. Hij zit hier. Wat een hit was dit, jongens! Zo, die was echt heel lekker. Die was echt heel lekker. Oké, ze probeerden mij te RPG focussen. Dat is het nog paar. Gaat het weer proberen bij mij, denk ik. Moeten naar hun toe. Wat lelijk. Wow, wat fucked up inderdaad, zeg. Moeten we nu gaan? Ah, okay. Of je wil mensen opwachten. Ik ga met je mee. Zit hier onder ons namelijk. Nee joh, hoe kan dat? Hij zat al bij me. Wauw, ik heb hem wel gefinished. Of tenminste, ik heb de kill. Ga door Noah, ga door. Top 7 hebben we ook. Heel lekker. Jij bent er bovenop gekomen, dat is heel nice. Was op 18. Volgens mij loopt er iemand met je mee. Not sure. Ja, boven je. Goeie hit. Woehoehoehoe. Sweetie! Jeetje, Noah, wat doe je dit goed, zeg. Oh, wat doe je dit goed, zeg. Niet normaal. Oh nee, twee man. Je hebt height, je hebt height. Ah, Grappler weer, hè. Weer zo'n Grappler. Ja, dat vind ik zo fucking lelijk. Lame. Grappler is zo veel overpowered. Hoe kon die RPG op jou mis zijn? Eén, ga je redden? Ja. Nou, oh, je speelt het heel goed. Je speelt het heel goed. Oh, dit is een hele zieke waterfall. Oh, ja, dat kan gewoon. Hohoho, Noah. We doen dit lekker, ouwe. Doe je heel lekker. Je bent bijna top 3. Net zo. Ja, top 3, top 3. Dit is al top. Ja. Ah nee, in mijn rug. Jammer. Het is een 1v1 deze guys. Maar een heerlijk potje dit hoor, gast. Geen match meer, man. Ik had uiteindelijk 4 kills, maar jij hebt er volgens mij echt... 9, denk ik. 9? Zo, sick man. Goed gespeeld. Samen 13 kills. Dankjewel. Jongens, dit was een heerlijk potje. Derde geworden, hoppakee. Lekker man. Ik ben heel blij met deze. Ik denk ook echt dat we nu bijna op Champions zitten hoor. Ik denk echt dat ze er bijna op zitten. Gast, dit was een eerlijk potje. 5600 kijkers ook even, hè. Goedemorgen. 5840 punten. Dat betekent letterlijk dat we nog 160 punten moeten. Maar dan was dit een heerlijk lekker potje. Ja, dit is niet normaal. Ja, zou even ik kijken. Tellen, staat... Hoeveel kills had jij? Ik had er vier. Had jij 4 kills? Ja. Nou, ik had er 9. Dat is bij elkaar 13. Ja. Nou, dus even kijken. Per kill was 10. Dus 130 punten. 130 punten al. Ja. Nou, dan hebben we top 3 is 30, top 7, top 7 is 30 en top 12 20. Is 60, top 12, 120. Ja. Oh,
En dan 130 bij is 250. 250 punten in één potje, dat is lekker. We hebben best wel wat donaties. 1, 2, 3 met 3 euro kan je opdrukken met één hand. Zo ja, als je dat 5 keer doet, dan neer ik je nog een keer 3 euro. Ik kan zeker opdrukken met één hand, maar ik wil nu gewoon even lekker potje spelen. Maar bedankt voor je aanbod en thanks voor je 3 euro. Rens van Engelenburg met 3 euro. Jogo, je gaat alles lekker. Ik had een vraagje. Ga je nog een keer een horror game spelen zoals Resident Evil 7? Ik vond dat zo gaaf. Zeker weten. Als er een vervolg komt op Resident Evil 7, dan ga ik die 100% zeker weten spelen op mijn YouTube kanaal. Dus stay tuned for that. Absoluut. En dan hebben wij nog Serikis, die is zojuist sponsor geworden. Dankjewel bro voor je support. Bas Deconink is ook sponsor geworden. Dankjewel Bas. Peter Verwoerd met de 3 euro. Hey gap, we zijn er weer. Veel succes vanavond en we gaan genieten van deze quality stream. Oh ja Noah, hoe is het met je plantjes? Peter, dankjewel voor je 3 euro. Dankjewel, waardeer ik. En volgens mij hebben we voor de rest alle donaties gehad. We should be fine. Oh, als je trouwens vertaan over het C-ziekte hebt, dan kan je geshadowband worden. Dus stel je voor, je zegt het woord in je stream, dan kom je niet meer in de subboxen en dat soort dingetjes. Moet je echt naar je kanaal gaan om te zien of je live bent. Wat? Even dat je het weet. Dus zeg de ziekte niet zeggen. Hoezo? Wat dan? Ja, dan word je geshadowband, zeg maar, voor die stream. En dan ziet niemand die in de subboxen of aanbevolen. Dan zien ze het echt alleen als jij, als ze op jouw kanaal klikt, dan zien ze dat je live bent, anders niet. Wat de pauper? Nou ja, mijn live kijkers is niet te zien, terwijl ik het wel een keer genoemd heb, het woord, zeg maar. Maar ja... Niet in deze stream. Ja, volgens mij wel, aan het begin. Nou, ja, aan het begin. Dat toen, heb ik het erover gehad. Maar ja, ik heb 4800 kijkers, dat gaat wel prima. Pleasant Park, ik heb best wel een pauperlanding, maar ik pak gewoon even dit kleine ruïnetje. Dan ben ik alsnog fijn. Nou, dat is fucked up, maar kan gebeuren. Moeten we het maar alsnog het beste van maken. Huh? Oh, lekker. Techie. En minis. Hier naar beneden. Wat via hier? Ja, dat kan. Lekker. Oké. Nou ja, op zich, ik heb wel wat chille dingetjes gevonden. Ik heb bijvoorbeeld 4 minis op zak. Ja, ik ook, man. Oh, dat is wel lekker. Kom maar aan. Wordt er bij jou geschoten of niet? Ja, oh nee, ze zitten nu beneden. Ja, ja, ja. En hier eentje op je dak, ouwe. Ik kan hem niet raken, want ik heb geen wapen voor afstand. Oh, pak je hem nou met je... Is je pauper harpoen? Ja, hè? Ja. Oh, dat is vies. Hij is vol git. Waar is hij nou? Oh, hij ging naar beneden. Ik neem minis in. Ik heb hem. Nice. Zijn maatje komt eraan. Zijn maatje is op het dak. Oh nee, badkamer. Badkamer. Jezus, hoe ging hij niet dood? Oké, maar ik heb hem. Was dat iedereen hier op Pleasant? Betwijfel ik. Weet ik niet zeker. I'm not sure also. Ik heb hier nog een beetje wel... voor je leren. Oeh, dat is nice. Ik heb nog een mini. Zal ik die er gewoon innemen? Ja man. Nou, dus ik wil deze gewoon hebben. Zo. Alright, lekker aan. Raar fight was dit, gast. Ja, die heb je soms ook tussen zitten. Moet alleen nog een SMG. Ben je die toevallig nog tegengekomen? Ja, ik heb zelf nu een blauwe man. Oeh, lekker. Dus die is wel schattig. Oh, mooi bijhouden dat ding. Die is wel schattig, meneer. Die is wel lekker. Die heb ik wel in mijn broekzak. Ik geef groot gelijk. Oeh, we moeten nu. Hey, en een groene SMG. Ja. Ik kan nu zeg maar onder het voetbalveld. Ja, cool. 180 punten houden, daar zijn we er. Dan hebben we het gewoon gehaald. Ja, ze hebben hier iedereen gekilled.
En dat is het ook. Echt? Niet geloot. Ze hebben die kist hebben ze niet eens open gemaakt. Ja, weet je waarom? Jij killde de guy die boven bleef. En daardoor dacht hij, shit, ik kom je gelijk helpen. En ja, dat is hem gewoon niet gelukt. Hier nog een big pot. Ik heb 2 big pots hierboven liggen. Oeh. Ja, ik heb minis, man. Ja, ik ook. Ik heb er 3. Oh, nu heb ik er 6. Wat, 6 minis? Ja, ik heb nu 6 minis. En er liggen dus nog 2 big pots bij mij. Moeten we maar even kijken wat we daarmee gaan doen. Waar kan je dat pakje ook weer van die agent aan? Oh, daar. Bij die telefooncel. Oh, nog een big shield hier, gast. Er komt hier een drop bij mij, man. Heerlijk. Oh, dat is lekker, ja. Weet je wat dat betekent? Free launchpad. Gast, nog een big shield. Ik heb 4 big pots hier. Ik kom er dadelijk wel eventjes een paar ophalen. Ja, cool. Goeie loot weer, gast. Lekker. Hey, dan schiet het wel op. Als wij gewoon goede loot krijgen, dan wil het altijd wel lukken bij ons. Dat is het lijpen. En als niet van die vieze Benji fishies op ons afkomen in midgame. Ja, maar echt. Als wij gewoon in endgame komen, altijd solid, man. Altijd solid. RPG, man. Ja, het is wel lekker, alleen ik kan hem niet gebruiken. Ik heb ook wel een heavy, dus speel ik dan toch ook wel liever mee. Oh, wow, niet te zuinig. Wat? Ik ben gelaserd, gast. Niet te zuinig ook. Van afar. Bij mij. Oh, ik zie het. Ja. 150 op die gast die jou laserde. Hij is echt even vol teruggepakt. Lekker, mate. Hij is nu bij die launch, die guy. Hij zit daar achter. Goed, die achterste hij heeft. Hij is thuis naast mij. Hey, joh. Ik zie hem. Is het op je? Ja, en hij raakt hem. Hey, wat vies. Door mijn muur heen. Dik gast. Wat doe ik? Ik heb allemaal verkeerde loot vast. Ik weet niet eens wat ik vast heb. Ik weet legit niet wat ik vast heb. Ja, ik weet, gast, ik was helemaal in de war. Ik had blijkbaar in één keer minis vast, terwijl ik dat helemaal niet wilde. En daardoor raakte ik helemaal in de war. Dat heb ik al vaker, man. Dat is kut aan controller spelen. Ik ben serieus echt achtergekomen dat echt een nadeel is van controller spelen. Met toetsenbord en muis klik je gewoon op 1 of op 2 of op 3 voor je loot, weet je. Dus stel jij hebt wapen 6 vast, of wapen 5, inventory plek 5 heb jij vast. En je klikt gewoon op 1, ga je gelijk naar je shotgun, bij wijze van, als die op 1 staat. En bij controller, ja, dan moet je gewoon doorswitchen met R1 en L1. Dan kan je soms zo in de war zijn, dat je voor je gevoel... Zit je bij een shotgun, maar dan zit je bij je minis. Nou, dan gaat het helemaal fout, want dan wil jij schieten met je minis. Ja, wat wil je doen met minis schieten? Dat wordt hem niet, dat werkt niet. Dus, oh man, dat is fucking retarded, ouwe. Dat is letterlijk wat er nu gebeurde. Maar goed. Fucked up. Ian, met 5 euro, jou maybe een tip als je op Twitch ook gaat streamen, dan heb je mis een groter bereik. Blijf zo doorgaan. Ian, dankjewel voor de 5 euro. Twitch vind ik helemaal verschrikkelijk, dus nee man, dat gaat er voor mij niet worden. Maar thanks voor je tip. Ik ben al heel erg blij met mijn bereik hier op YouTube, dat we gewoon op dit tijdstip nog 4577 kijkers live hebben op de stream. Dat is insane. Dus nee man, ik zit helemaal op mijn plekje op YouTube, dankjewel. En hebben wij ook nog... Oké, die heeft het heel. Die heeft denk ik een typfoutje gemaakt. Laat ik hem gewoon Royalistic noemen. 3 euro. Hey Roy, wat is er mis met je YouTube-channel? Ik schakel net in, maar kreeg geen melding dat je live was. Een vriend van mij ook al niet. Oh, dat is gek. Geen idee, ouwe. Geen idee. Heel veel mensen hebben de melding zo te zien wel gekregen. Want er zijn heel veel mensen aan het kijken. Maar gek dat jij hem niet hebt gehad. Harmen met de 3 euro. Yo, misschien een beetje een rare vraag op het moment. Maar wat voor microfoon gebruik jij? Ik gebruik de Röde. De Röde NT en dan de USB variant. Dus dat je gewoon met een USB kabeltje je microfoon kan aansluiten. Dat vind ik echt serieus heel chill. Goed, let's go boys. Let's go Noah, come on. We hebben al echt 1 lekker potje. Derde geworden, veel kills. Die was echt heel nice. Maar het kan nog beter. We kunnen nog een beter potje neerzetten. We moeten gewoon 1 keer een win pakken, dat sowieso. Toch, ja, dat is wel nodig.
is wel nodig. Het mooiste we hebben is net nog... een heerlijk potje gehad, maar alleen kan het geen meer. Echt maar heerlijk, ik denk maar dat als ik net zat, echt gewoon genoeg om veel te bouwen, dan had ik die wel kunnen winnen. Ja, ja. Ja, dat was fucked up net, man. Ik was helemaal in de war met mijn minis, SMG, shotgun, het is chill. Geen idee wat ik aan het doen was. Niemand hier? Nee, volgens mij niemand, hè? Dat is even lekker. Dan ga ik gewoon landen bij de agents. Oké, misschien is het wel heel dom. Ja, heb je een wapen? Ah, nu wel. Nou, het is goed gegaan. Hier loopt toch altijd zo'n agent rond boven? Oh, die is hier. Ik dacht al, jij hebt gewoon een heavy van mij. Nou, eerst twee wapens, twee bursts, assault rifle. Let's go, hey. Let's go, vind ik wel fijn. Dat is lekker. Dat vind ik wel leuk. Hey, boft wel. Zo, wat een goede loot zeg in die kist. Jeetje. Laat maar raden. Jij wil twee dit hebben. Blauwe SMG's. Hoe raad jij het toch? Ja. Jij zegt goede loot, dan weet ik meteen waar je aan denkt. Het is wel, het was wel heel lekker, laten we eerlijk zijn. Daarom. Het is wel gewoon die loot die iedereen wil hebben. Snap je? Nou, ja, daarom weet ik het ook meteen. Die wil Roy vast hebben, natuurlijk. Ja, vind ik lekker. Dat vind ik inderdaad helemaal goed. Oké. Goed. Maar, hier hebben ze natuurlijk wel nu een blauwe AK gedropt. Die kan ik wel ik heb nu steeds geen minis. Shield. Een paar ijsjes zou wel. Hoppa, maak er even een blauwe AR van. Heb ik voor jou eventueel groene AR, als je wil? Ligt er dan nog een blauwe AK daar? Ja. Pak die wel. Dat zou ik eigenlijk ook doen. Ja, was... Als ik jou was, had ik dat ook gedaan. Als ik jou was geweest... Even kijken. Oh, hier liggen nog minis, hè? Dus... Oh, je hebt inmiddels een shield. Was... En hier ligt ook nog een big shield. Dus ik denk... Ja, dat dacht ik al. Die kan er wel bij, zeg maar. Jawel, hè? Ja. Die kan jij wel even lekker confisceren. Die kan ik wel even chappen. Lekker, man. Die verteert wel goed in mijn buikje. In mijn buikje. In mijn buikje. Hier nog licht. Hier nog groene SMG. Oh, Fortnite, hou nou eens op met die pauperburst. Ja, fucked up is dat, hè? Ja, ik weer een blauwe big shield. Weer een burst. Ah, ik heb weer een big shield gevonden. Man. Ik weet, ik vind alleen maar big shields vandaag. Oh. Dat is niet erg, joh. Ik vind alleen maar pistols en beurs vandaag. Ik heb ook al 6 minis nu op zak. Zo. Nog een big shield. Dus als je naar mij toe komt, kan je 3 big shields in je inventory hebben. Maat, niet te zijn. Nee, echt niet normaal. Maar weet je wat het is? Ik heb nou een SMG bij. Ja? Ja, fucking chill. Alleen, als ik nou een blauwe tag of hoger vind, dan is dat veel fijner. Dan hoef ik die SMG niet mee te nemen. Snap ik. Schoot jij trouwens? Even, just to be sure. Ik. Even kijken, we hebben wat donaties weer binnengekregen. Namelijk van Serikis met 1 euro. No problem, gast. Nu heb ik ook lekker zo'n groen naampie. Jazeker. Die heb jij inderdaad, Serikis, want jij bent sponsor geworden. Dankjewel daarvoor nog steeds, bro. En we hebben 5 euro van Anko. En die zegt, tuurlijk, bijna champion. Tuurlijk. Let's go. Jawel, Anko. We zijn er bijna, maat. We zijn er bijna, Anko. Nog een big shield bij mij, gast. Yo. Ik vind echt alleen maar big shields. Het is echt niet best. Het is werkelijk waar niet best wat ik aan het doen ben. Ik vind alleen maar big shields. Als ik er nou nog eentje vind... Nou, hou op. Echt, shut the fuck up gewoon. Wat gebeurt hier? Ik heb er letterlijk al 5 gevonden of zo, ouwe. Ik zweer het. Lekker, man. Als je met mij speelt, tuurlijk big shields. Denk jij dan? Tuurlijk. Lekker, gast. En nog 3 euro van Ricky Boy. Jongen, ga je vanavond wel Warzone nog spelen? Vanavond niet, man. Vanavond even lekker Fortnite. Even lekker die champion binnenharken. Want die hebben we gewoon nog steeds niet. En het moet er nou toch wel een keer van komen.
Dit moet gewoon de stream worden. We moeten letterlijk één potje even winnen met best wel wat kills. En dan zijn we er. Dat moet gewoon dit potje zijn. Oké? Okay? Dit potje. Kom op. Net hadden we echt een goede. Ja, die was echt heel ziek. 250 punten in één potje, gast. 250 punten in één potje hadden we net. Dat was echt insane. Had je nog big pots liggen? Hier ligt er nog eentje. Ik probeer hem te pingen voor je. Wacht. Ja? Oh man, ik ping alleen maar de medkit. De schmedkit. Nou, het lukt gewoon niet om Big Pot te pingen. Nee, mag niet. Maar hij ligt daar in ieder geval, naast de schmedkit. En die andere heb je al gevonden wel, toch? Die andere Big Pot, of niet? Nee, dus ik je heb, moet er minimaal 3 bij hebben nu, dat kan niet anders. Ik heb er 0 in mijn broekzak, eentje ingenomen. Hé hey joh, hou op. Ik heb er nu eentje in mijn broekzak. Oké. Okay. Hier ligt dan nog een schmedkit bij mij, nog 3 minis. Nu 2 in mijn broekzak. Ik ben de healing guy, ouwe. Het is echt niet normaal. Ik vind alleen maar healing. Het is echt gewoon insane. Echt insane. Ga je dan FNCS spelen? Ja, natuurlijk gaan we dat doen. Tuurlijk! Ja, wat denk jij dan? Tuurlijk! Tuurlijk! Dat gaan we zeker doen. Gooi er anders even een tuurlijk uit, jongens. Even een tuurlijkje in de chat. Gewoon een tuurlijk FNCS. Tuurlijk. Ja man, daar heb ik ook echt knijtjes zin in. Lekker competitive spelen. Tuurlijk. Lekker keihard aangepakt worden door die zweetnekken. Lekker man. Echt zin in. Nee, maar serieus. Ik heb daar echt zin in. Het is gewoon leuk. FNCS is gewoon echt leuk. Anko weer met 5 euro en die zegt tuurlijk! Dit is echt een meme geworden, zegt hij. Ja, maar echt. Maar echt. Oh, oh, oh. Jace is anders dan Year of Summer en Harris. Dus weer iets anders, jongens. We horen eindelijk weer een keer iets anders. Ja, werd weer een keer tijd, toch? Werd weer een keer tijd. Hier is al van alles trouwens weggehakt. Ik denk... Ja, ik ben zeker. Ja, ja, hier is gewoon geloot. Oké. Okay. Ja, dat is ook nog een schmedkit. En nog 1 euro van Wouter trouwens. Je bent een goede YouTuber, door jou word ik altijd vrolijk. Nou, dat is leuk om te horen. Dat is heel leuk om te horen. Dankjewel voor het compliment, Wouter. En keep staying happy, you know. Yes, yes. Yes, yes. We hebben echt heel veel tuurlijkjes in de chat nu trouwens. En terecht ook maar. Tuurlijk, jongens. Ja, Noah, dit is niet meer normaal. Kijk wat ik vind. Hé, hey, gast. Ik weet niet of Tori erbij doen of zo. Weer uit de fucking kist, gast. Weer een eigenlijk big shield. Eigenlijk moeten ze maken dat je van 4 big pots een chug jug kan maken. Wow. Trouwens, hier... Oh, dat is trouwens helemaal geen slechte. Hier komt een boot voorbij bij mij, man. Of wat, dat is het grootste water. Hij gaat hier nu tussendoor, volgens mij. Ja, ja, ja. Hij gaat echt als een speedo, jongen. Oh, die paupert. Snipe gek. Oh, ik dacht even ik heb hem. Maar dat was 150 hitje op zijn boot, helaas. Op zijn bootje. Wow, wat doe jij nou, Noah? ik wilde hem net pauperen, jongen. Heerlijk, Roy. Oh, man. Oh. Oh, man. Ja, wow, achter mij. Nog. Achter mij. Oh, hij loopt daar bij die agency. Oh, verdomme, hij zit op agency. Oh. Hij gaf mij even natuurlijk een appel. En jij hebt natuurlijk nog genoeg big shields. Had je mijn big shield nog opgepakt uit dat kistje, of niet? En dan even die derde halen. Hij zwemt door dat water. Oh, zo, dat was close, gast. Niet door dat water. Laten we rennen, man. Kijk hoe ver we moeten, gast. Ver? Ja. Ja, je hebt gelijk. Maar dan. Ze pushen ons. Hey, joh, ik heb echt geen zin in, jongen. Maat. Ga gewoon naar de cirkel, maat. Waarom... Waarom pushen ze ons? Dat maakt ook gewoon geen sens. Nee, hij hit me ook gewoon echt hard, gast. Ik heb hem 50 hit. Heb jij nog sniper bullets? Hij pusht echt. Hij valt nu wel. Ja. Kijk dan. Ja, maat, ik heb hier geen zin in. Ga naar beneden, ja. Weg naar beneden. Hij heeft SMG, ik bedoel mini. I know. Ja, dit is leuk, man. Dit zijn 100% V-snipers. 100%. 100.000%. Nee, doe zweters. Ja, denk je? Ik denk dat dit gewoon zweters zijn.
Maar ze hebben de beste loot van heel de game. Ze hebben die Thompson en al die andere onzin. Ik werd letterlijk getommied en geminigunt tegelijkertijd. Ja, dat zijn de beste wapens van het spel, man. Ze zijn nu wel doorgelopen. Niet, nevermind. Maar ik hoop wel, anders geef ik ze daar natuurlijk op snappel. Leuk dit, man. Leuk. Op hem. Kijk of hij gereload is, of ik daarmee getrold word. Wow, wat gebeurt er allemaal onder jou, gast? Let op cirkel, die komt hier nu halen, gast. Kar. Hij schiet niet, maat. Wat is dit? Kijk die hits. Hoe weinig damage doe jij? 2 keer 30. Zit je met een paintballgeweer ofzo, gast? Normaal wel. Heel netjes, Noah. Heel netjes, kan niet anders zeggen. Scar. Wel? Ja. Heb je een launchpad? Ik heb een andere, boys. Toevallig. Nee, man. Net kids. Speelt, Noah. Kan niet meer meenemen dan dit. Nee. Natuurlijk wel wapens hebben om nog mee te schieten. Anko de Neertheo, hij zet erbij. Tuurlijk! Thanks, Anko. Sebastian, hey, daar hebben we Sebas. Ik kom af en toe wel eens in zijn chat voorbij. Hij speelt eigenlijk al dat FIFA. Packies openen en zo. En ook wel eens Warzone, trouwens, heb ik gezien. Maar nu is hij een keertje bij mij. Met de 10 euro. Zeg groetjes van mij. Sebas, groetjes terughouden. Dankjewel voor je 10 euro donatie. Waardeer ik. Ik vind je streams serieus lachen, man. Ik vind dat je het goed doet. Dus dat wil ik even bij deze zeggen. Mijn complimenten. Je doet het leuk, ouwe. Het is voor 10 euro. Serikis met de 1 euro dus weer. Het is dus wel komisch. De jongen die bij de Voice Kids heeft gewonnen met Year of Summer zit bij mij dus in de klas. Tuurlijk! Ja, nee, is wel waar. Alleen, hij wordt wel gek van de meme. Oh nee, wordt hij er ook mee gememed? Oh, dat is wel fucked up. Dan hij wint gewoon letterlijk de Voice. Omdat hij gewoon knijters goed is. En de Year of Summer gewoon gerokt heeft, denk ik dan, in de finale. En dan wordt hij ermee gememed. I'm sorry, dude, van de Voice Kids. Dat je moet overkomen. Wat ik heb het ook niet bedacht. Meme? Ik heb het ook niet bedacht. Hey, trouwens, hier is een Reboot Fan. En hier natuurlijk. Trouwens ook nog eentje in retail. Maar ja, dat is wel fair. Dat is wel wat je zegt van onaangenaam. En hier eventueel Dirty Dogs kan ook nog. Dan moet je nu gewoon links aanhouden. Hoeveel tijd heb je? Ja, dat ga je redden. Ja, dat ga je even serieus redden. Even plankgas. Nee, dat ga ik niet echt plankgas gaan. Dat ga ik niet zeker niet redden. Dat gaat niet lukken. Nee, moet je dan voor deze gaan, denk je? Ik denk het wel. Oké. Go for it, man. Go for it, man. Go for it, man. Take me by the hand. To the land. Hey, er ligt nog meer. Er liggen nog meer medkits, big pots. Ik zou het toch wel even meenemen. Dat is toch wel even lekker. Oh, vol met zo. Kijk jouw healing, gast. Ja, alleen die medkits hebben niet. Top 12, 58, 160 punten. Oh, Noah. Heb jij een healing, ouwe? Wij zijn de lol. Au. Ik ren naar beneden. Links zit hij bij de container, ouwe. Let op, hè. Hij zit je te checken, links dit is mijn call. 1, 2, 3. People in the bushes. Oh, waar zat je het? Ja, die guy had ik het over. Checken. Maar. Nou, shotje! Dit ga je gewoon redden. Dit ga je gewoon serieus redden. Ik heb vertrouwen in, ouwe. Kom aan. Oh, hier ligt loot wat ik dan kan pakken. Ja, als jij gelijk voor mij twee. Nou, doe maar de helft van je minis en je helft van je big pots, dan ben ik safe. En je ammo en je meds. Ik trek je even helemaal leeg, nou, vind je vast niet erg. Vind je vast niet erg. Nee. Heb je over voor je maatje, toch? Het ligt er al, maat.
Nou, kijk eens. Pop. Doe je ook nog aan een special weapon delivery, of Special weapon delivery, die liggen hier beneden, maat. Doe je daar niet aan? Die liggen hier beneden, je moet even zelf komen halen. Oké, kom maar aan. Oh, trouwens, ik moet die pistool wel even meenemen, anders heb ik... Hou eens op. Tering Jantje. Dan kom je nu naar boven, het wel. Waar zit jij nou dan, Noah? Zit jij daar boven? Oh, fuck. Nee. Ik ben bij je, hallo? Hey, Android. Hallo. Hey, Ming. Oh, look at all these weapons. Alleen nog die SMG. Oké, nou dit is fijn, gast. Ik heb 4 floppers en 1 mini. Ja. Heb je nog even 1 mini? Hoppa. Of wil jij die medkits weer hebben? Nee, toch? Nee, ja, die mag je allemaal in broekzak stoppen. Oké. Hier zwemt er eentje ergens. Oh, wat doe ik nou? Ik zit in één keer met iemand menu. Ja, hij zit daar te zwemmen. Hij zwemt daar. Oh mijn god, kijk hem inderdaad, zeg. Oh, je bent best wel een held, is het dat? Oh, sorry, ouwe. My bad. Ah, ik heb niks. We moeten zo meteen die kant op, by the way. We moeten naar boven. Die kant. Kom maar aan, loop gewoon letterlijk jouw voetsporen achterna. Let's go. 5100 kijkers, jongens, jullie zijn echt geweldig. Dank jullie wel. De support is insane op de streams. Jullie zijn awesome. Gooi snel. Legit. Ik kom eraan. I'm running, maar ik ben niet zo fucking snel. Oh, waarom? Ik wist het ook. Ah! Oh mijn god. Ik kan daar wel weer medkit gebruiken. Oh, dude, spakoot. I made it. Ik heb eventueel visjes voor je. Oh, naast ons. Letterlijk links naast ons. Ik heb een medkit nodig. Moet je even droppen, maat. Thanks. There you go, zit er boven ons. Watch out. Nee, naast ons. Nee, zit wel boven ons. Nou, we zitten trouwens helemaal vol hier. Oh jee. Ze pakken onze builds. Wow! Nou zit ik vast, ja, ik ben de lul. Kijk, zit safe. Hoger opgegaan. Oh, ik wilde juist naar beneden gaan. Kijk, zit nu ook op hide. Ik heb alleen geen afstandswapens, gast. Oh, dankjewel, schat. Super lief. Ik krijg van mijn liefste vriendin even lekker wat drinken. Sweet. Oh, ben jij dit die omhoog bouwt? Ja, hè? Jij zit nu naast me. Nee, ik zit naast je. Ja, top. Maar het moet de Lucio. Ja, hè? Geen launchpad of iets, of wel? Nee. Die andere guys down city zit hier. Ik ben al lopen. Ik heb ze naar beneden geschoten. Oh, man. Ik ben al aan het lopen, hè? Ja, ik ook. Oh, ik bouw het echt net op tijd, gast. Klap achter je aan. Oh, jij hebt hier een mooie jump gemaakt. Nee. Wow. Druk, gast. Oké. Weer de andere kant op. Zit wel mee. Ik weet niet of je bij mij kan komen. Als je het kan doen, moet je waar doen. Waar ben je? Onder je. Waar ben je? Ik heb net onder je weg gehaald.
geweest. Ik al. Je moet ook meteen gaan. Ja. Is dit allemaal voor ons? Ik volg je. Achter ons lopen ze. Maar dit is niet van ons. Volg hit. Wow, wat is dit dan? Peace. Heb ik één? Nee, nog een keer achter me. Oh, we zijn nog één, man. Jammer. Ik heb er één kunnen killen, ouwe. Zo, vies die hit. Zomaar 4 damage, dus lekker boeien. Netjes dit, Noah. Ja, netjes. Ik heb geen match meer. Je hebt nog 5 builds in totaal. Netjes. Zo, op 20 damage per seconde. Oh, hij schoot niet met pump. Jammer, gast. Ik zag het. Wel heel ver gekomen. Zijn we er? Nee, nog 80 punten. Oh, ouwe. Mijn pump die schoot gewoon niet. Helemaal kut. Nog 80 punten. Dan zijn we er. Dan zijn we op champion niveau. Die ging helemaal naar boven. Oh. Ja, dit was fucked up. Hij zat echt up. De hele tijd tegen. Ja, de hele tijd. Ja, ik had op het einde wel een killetje gepakt. Dat vond ik wel lekker. Nog 80 punten, dan zijn we op champion niveau, gast. Lekker. 10 euro van Pieter. Die zegt, hey Roy, je bent lekker bezig. Ik vind je echt een fucking baas. En ik keek je al toen je met Fariko Noe en Killa-J opnam. Wanneer ga je weer eens een keertje Nederlandse politie LSPDFR opnemen en vergeten? Spronk! Zo, die kwam er heel slecht uit. Spronk! Dat was hem. De spronk meme. Spronk! Die kwam er echt heel verkeerd uit. Maar, hey, uiteindelijk heb ik hem alsnog goed gerokt voor je. LSPDFR, misschien dat ik dat nog wel een keer wil doen. Ik heb het er wel over gehad met Ido. Ido was namelijk altijd degene, of is altijd degene, die mij helpt met GTA goed instellen en zo. Als het gaat om mods. Dus er is een kans dat het terugkomt. Maar het ligt er helemaal aan hoe crashgevoelig het momenteel is. Ik heb werkelijk waar geen idee. Sowieso zou ik er dan ook echt weer helemaal in moeten komen. Gezien het feit dat ik echt al heel lang geen LSPDFR meer heb gespeeld. En alle controls dus niet meer uit mijn hoofd weet. Maar misschien dat ik er wel weer een keertje voor ga kijken. Trouwens, dank jullie wel voor alle abonnees die binnenkomen. Ik zie dat we alweer bijna op de 781.000 abonnees zitten. We gaan knijtershard. Ja, het is bizar, gast. Ik zit nu op 780.694. Letterlijk, deze ochtend hadden we net aan de 780.000 aangetikt. En we zitten nu alweer bijna op 781.000. Ik weet niet of het mogelijk is. Maar check gewoon even of je al geabonneerd bent. Het is namelijk compleet gratis. Abonneren kost geen geld. Het enige wat je ervoor nodig hebt is een YouTube account. Dus check even of je al geabonneerd bent. Mocht jij nu op die abonneerknop klikken, dan gaat er een abonneetje bij komen. Die live count hier onder mij, die is echt letterlijk live. Die wordt live bijgehouden. Dus zou leuk zijn. Als je abonneert. Maar die keuze is aan jou. Ik ga het je niet verplichten. Ik kan het alleen aan je vragen. Of je het misschien wil doen. Wie weet. Wie weet haal het wel. 781k in deze stream. Zou sick zijn. Zou heel sick zijn. Goed. Salty Springs. We moeten nog in totaal 120 punten. Wat inhoudt, Noah, dat we even die top 12 plays moeten pakken. Dan krijg je al 60 punten, right? Ja. En dan nog gewoon 6 kills. Oh, holy moly. Komt goed toch? Ja. Ah, ik haal het niet, gast. Ik moet even bij dit huisje landen. Oh, fuck. Oké. Okay. Er landt letterlijk helemaal niemand in Salty, so we should be fine. Oh, dan had ik dat gewoon kunnen doen. Ja, we're fine. Ik ben hier alleen. Zo, mijn abonnees gaan hard ineens? Jongens, wat zijn jullie aan het doen, hé? Holy crapperoni, man. 766 nu al. Wat zijn we aan het doen? Ja, gewoon letterlijk 100 erbij. In echt een seconde gewoon. Rustig. Maat, 784 nu. Wat zijn mensen in mijn chat nu aan het doen? Doe eens even normaal, jongens. Dit gaat even helemaal nergens over. Even rustig. Nee, 799 nu. Gast, ik maak geen fatsoes met jou, hè, Noah. Alles gaat... goed? Dit is niet normaal. Dit is werkelijk waar niet normaal. 806 nu. Wat is mijn chat aan het doen, ouwe?
Die zijn allemaal massaal YouTube-accountjes aan het aanmaken om te abonneren. 822 nu. Wow, jongens, doe eens even gezond, ouwe. Doe eens even gezond met z'n allen. Dit mag helemaal niet. Dit is illegaal, hè, wat we nu aan het doen zijn. Zoveel abonnees erbij krijgen in zo'n korte tijd, dan gaat YouTube gewoon twijfelen. Dit kan helemaal niet. Dit is bizar. Nou ja, dit is dus de kracht van jullie, jongens. Jullie zijn zo tof met z'n allen. Zo'n leuk publiek. Ja, dit kunnen wij met elkaar doen. Gewoon even, hoezo onmogelijk om in een paar seconden 100 abonnees erbij te krijgen. Dat zeg ik, misschien wel zelfs 200 abonnees erbij te krijgen. Natuurlijk, het is gewoon mogelijk, hoor. Kijkers van Roy kunnen dat gewoon. Niet. Easy peasy, ouwe. Easy peasy lemon squeezy. We zitten nu alweer op 852. Dit gaat echt helemaal nergens over. Nou, als je erbij toekomt. Oh, nou, jij hebt al full shield. Never mind. Nog 148, hoor. Nou, maat, dit is niet normaal. Ik zit nu op 861. Mensen zijn helemaal lijp. Jullie in de chat zijn allemaal lijp. Hoor jullie dat, jongens? Jullie zijn niet helemaal helemaal lekker of zo. Dit is niet normaal wat we nu aan het doen zijn, hè? Gast, 881. Nee. Ja, ik zie het. Oh mijn god, ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Van gekkigheid weet ik gewoon niet eens wat ik moet zeggen wat er nu gebeurt. 888. Dennis Mots met de 3 euro. Noah, doubling money in World 3. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt, maar dankjewel Dennis Mots. 888 nu. Jezus. Dat zijn RuneScape termen. Oh, pauper RuneScape, maat. Dat heb ik nooit gespeeld. Ik was zo'n Habbo-guy. Je was of een Habbo of RuneScape. Ja, en ik was het allebei diehard, maat. Ja, jij ook Habbo-gast? Allebei. Oh, lekker. En dan Meubi scammen, jongen. Meubi? 3 respect is 1 Meubi. En dan gaf je gewoon nooit die Meubi. Maar... dat waren de goede tijden. Oh, 897. Ik iedereen voor meubies, maat. Niet normaal. Jij was er zo heen. Gast, 904. Nog 96 abonnees. Dan tuurlijk heb ik letterlijk... word ik altijd, maat. Maat, ik heb dan letterlijk gewoon... wat is het? 350 abonnees erbij in... 3 minuten of zo. Als we nu de 781k halen. Ik zit nu op 910. Ja, daar heb ik dagelijks... Weer een jantje, ja, gebeurt mij ook dagelijks dit. Absoluut. Ja, jou wel. Holy damn, maat. Wat is dit voor gekkigheid, joh. 4700 kijkers. Voor mij was het een fatsoen. Voor jou is het weggekijkt. Ja. Ja. 920 nu. Oh. Niet normaal wat hier gebeurt. Ik zie ook heel veel muipjes in de chat. Een dikke muikchat. Oh, man. Muip. Meubi, maat. Muik, maat. Muik wordt spamd in de chat. Oh man, 934. Wat zijn die gasten in mijn chat aan het doen? Jullie hebben wel de abonneerknop gevonden. Dat is één ding wat duidelijk mag zijn. Jullie hebben die fucking abonneerknop hebben jullie in het vizier. Dat is één ding wat ik heel duidelijk zie. Ik was ook al kwijt. Ik hoef jullie niet uit te leggen waar die abonneerknop zit. Nee, dat blijkt maar weer. Dat weten jullie maar al te goed, weten jullie dat te vinden. Hebben kunnen maar één ding op zeggen. Maar goed, lekker. Eén dik, tuurlijk. Gewoon tuurlijk! Oh, wat is dit voor lijpe shit, joh. 940 nu. Hier staat een airdrop. Hey, trouwens, hier staat ook nog een slurptruck. Die hebben we allebei niet nodig. Nee, we zitten toch, hij staat er wel, weet je wel. Oh, 951. Jezus, gast. Echt niet normaal. Hey, dit is wel even lekker. Ik heb even een blauwe tag voor jou. Oh, heb je gekregen? Ik kreeg deze. Oh, rustig. Hey, special chest, je weet wat er gaat gebeuren, hè? Ja, pistol. Ja, zeker! Jazeker! Ja. Altijd de pistol. Misschien moet je hem gewoon een keer meenemen. Hij is gewoon letterlijk voor jou gemaakt. Maat, hij is voor mij gemaakt. Weet je wat ook misschien voor mij gemaakt is? Misschien moet je hem gewoon een keer meenemen. Weet je wat ook voor mij gemaakt is, Noah? Die 781.000 abonnees halen. Ik zit nu op 980. Dat is voor mij ook gemaakt, maar dat gaat niet Jezus, lukken. Jezus, ouwe. Niet te zuinig, gast. Bijna 8 ton. Wow, grappies. 992, 993. Ah, dit is... ja. Wat willen jullie horen, jongens? Wat willen jullie horen? Nog 7 abonnees. Dan hebben we letterlijk gewoon 400 abonnees erbij in een paar minuten. Daar hebben we het over. Over een tijdsbestek van een paar minuten. Nou, ik krijg weer een goede werkje bij de action binnen.
Een verse werkje bij de action. 997. Oh mijn god, nog drie. Nog drie. Dan hebben we het gewoon. Ja, hey. Ja, ik zweer het. Ja, echt. Kalm aan, maat. Kalm! Kalm aan, rustig! Rustig, hey. Tuurlijk! Waarom niet dan? Lekker! Dikke tuurlijk. 781k! Tuurlijk! Tuurlijk! Gooi, nou lekker! We moeten hem hebben. Nou moeten we hem hebben ook, gast. Nou heb ik een kracht gekregen, jongens. Niet normaal. Nou kunnen we nog zieker natuurlijk gooien, gewoon. Zit je lekker zoen hem niet schieten, hè? Denk tegen. Hé? Oh mijn god, ik ga er even beter voor zitten. Die onder jou? Ja, ja. Hij schiet! Eentje heb ik weak als fuck, maat. Ik heb er één. Nice. Ik heb hem! Tuurlijk! Hey! Hey! Tuurlijk! Tuurlijk! Gewoon die 781.000 abonnees. Tuurlijk kan dat gewoon. Even een duootje ernaar smekken. Gewoon smekken, maat. Tuurlijk kan dat gewoon. Waar hebben we het nou over dan? Waar hebben we het nou over? Zullen we ook nu even een dono van S van opeten dan? Oh, tuurlijk. Kom er maar bij gewoon. Oh, tuurlijk wel. Maat. Oh mijn god, wat heeft die Sam, ik bedoel die Est van nou weer... Heeft hij er iets moois van gemaakt? Denk het wel. Daar gaan we. Oh, mannetjes, daar gaan jullie ook echt op het knopje duwen voor deze Brabant. Oh. Niet tuurlijk, gewoon doe niet. Oh, doe. Hey, trouwens, Noah, ik heb hier 3 minis voor je liggen, gast. Ja, ik heb er 5. Dankjewel voor de 1 euro, maatje. Je gaat vast niet geloven, maar ik heb een big shield gevonden uit mijn kist. Eerste keer vandaag, nice. Ah, heb je die nodig dan? Ja, wat chill. Ik heb die nog niet gevonden eerder vandaag. Lekker. Ja, ben ik blij mee. Hey, maar Noah. Ja. Als we in dit potje nou ook nog eens champion worden, dan is dit het al. Dan ga ik dit potje bij deze beloofd. Aan de kijkers. Tuurlijk noemen. Aan jou. Ik noem dit potje tuurlijk. Uitroepteken. Niks meer, niks minder. Als wij in dit potje champion worden. Tuurlijk. Ja, gewoon tuurlijk. Tuurlijk. Dat is bij deze beloofd. Tuurlijk. Nou, één zieke tuurlijk. Oh, gewoon tuurlijk. Oh, mooi. Ik denk dan wel trouwens nog tuurlijk streepje Fortnite Arena. Dat wel gewoon, dat iedereen wel weet, oké, het is Fortnite Arena. Battle Royale Nederlandse Arena. Nee, gewoon Fortnite Arena tussen haakjes Nederlands. Dat zou hem dan zijn. Maar gewoon Fortnite Arena. Uitroepteken. 1 miljoen giveaway. Oh, had je eigenlijk even bij 1 april moeten doen. 15.000 euro giveaway. Wat een gekke geit. En aan het einde van de avond, Fatu Boys, 1 april. Oh man. Dan had je pas een grote tuurlijk. Nou ja, zou ik dan wel nu echt iets gek zeggen? Gewoon echt iets lijp zeggen nu? Als het een tuurlijk waard is, dan wel. Oké, ik ga iemand random. Als wij deze livestream nog de 782.000 abonnees halen, wat sowieso niet gaat lukken. Maar stel dat, dan ga ik een random iemand die mij... die mij volgt op Instagram. Of die een bepaald type comment op mijn post heeft achtergelaten of zo. Gewoon één iemand voor jullie kijken, zal ik het zo voorden. Die ga ik een giftcard geven van 100 euro. Ja. Nou jongens, je hoort het. Doe maar gewoon. Tuurlijk! Ja, doe maar gewoon. Ja, nee, gekkigheid joh. Als ik zweer het, als we deze livestream nog 782.000 abonnees halen. Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk gezien het feit dat we al 600 abonnees ongeveer deze livestream erbij hebben. Dus dat zou wel echt gekkigheid zijn. Maar mocht het lukken, dan ga ik één van jullie kijkers blij maken met een 100 euro giftcard. Voor wat je dan ook wil. Account aanmaken. Wat je dan ook wil. Voor Fortnite, voor PlayStation. Jij mag het dan noemen. Dus de winnaar die mag zeggen, nou ik wil graag een giftcard voor V-Bucks. Of ik wil een giftcard voor de PlayStation. Ik regel het. Ik betaal hem. Komt goed. Bij deze gezegd. Bij deze afgesproken. Dat is een verse tuurlijk waard. Als ik deze livestream nog de 782k haal. Pak niet van. Dat is gewoon een verse tuurlijk waard. Ja, wel verse tuurlijk inderdaad. Ik heb best wel donaties ook nog binnen, man. Van ik ben Stijn. 3 euro. Roy, ik vind eerlijk gezegd dat Notch ook een klein showtje mag geven. Ja, Notch staat gewoon in het beschrijving van elk videootje, maat. Je krijgt elk videootje Notch showtje.
Dus, dat krijgt hij gewoon. Dat staat ook in de subbox, maar ik snap je wel. Ik snap je wel, tuurlijk. Noatch, volg ook Noatch, jongens. Tuurlijk. Maar hij heeft bijna 21.000 likes in de stream. Als je het daarmee eens bent, je bent de baas, Roy. Ik support Noah. Dat kan Noah het ook beter zeggen dan ik zelf, zeg maar. Ik ga niet over mezelf zeggen dat ik jou veel, dat ik jou gewoon elke video shout-out. Dat is iets wat niet uit mijn eigen mond mag komen. Elke video sta ik in de beschrijving. Ja. Waar ik aan meedoe. Ja, ja, exact. Tuurlijk. Ja, dat zou een beetje gek zijn. Waar speel ik potje solo? Noah staat trouwens in de beschrijving. Check hem even. Ja, als je kijkt over de beschrijving, dan staat Noah. Ja, ik speel gewoon solo, maar ja, goed lekker. Weet wel, goed lekker. En dan nog een 3 euro donatie van Just Games NL. Tuurlijk! Lekker man, gefeliciteerd. Dankjewel. Wie zei dat? Dat zei Just Games. Lekker ouwe, dankjewel man. Eén zieke tuurlijk, maat. Ja, één zieke pauper zieke tuurlijk. We zitten inmiddels alweer bijna op de 781.100. Ja, goh. Ja, het is niet normaal, joh. Wat al die mensen aan het doen zijn. Het is echt niet normaal. Misschien kan je deze stream ook nog wel natuurlijk gooien. Ja, je weet het, hè. Wij moeten nu gewoon even. Wij moeten iets waarmaken aan de kijkers. Wij moeten nu gewoon champion worden. In deze stream. Pauper, champion. Pauper. Oh, hier. Ik dacht al, waar is die kist, joh? Waar is die kist nou, je? Oh, hier is een ijsmachine. Ja, ze hebben mij in de chat. Poppers. Waar ik natuurlijk fucking veel door gebruik, zei bij mij in de chat. Binnenkort Beukers ook nog eens aan, natuurlijk. Ja, morgen zie ik hem weer. Morgen zie ik hem weer. We gaan, laat hem even één hele goede tuurlijk gooien. Oh ja, zou ik dat doen? Maar goed. Ja, zeker. Laat ik hem wel doen. Moet je hem wel even doorsturen, want die wil ik wel zien. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ja, tuurlijk! Oh, oh, oh. Natuurlijk zitten. Ik heb nog een launchpadje op zak. En wij moeten letterlijk nog 100 punten, Noah. Placement is al 60. Dus ik, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik geef echt geen shit hierom. Wij willen gewoon champion worden. Dus ik ga je lekker boksen en zoek het uit. Ja. Let's go, maat. Ik doe gewoon gezellig met je mee. Hmm. Waarom zouden wij nu helemaal cool gaan doen als wij gewoon champion willen worden? Als jij mij dat kan uitleggen, weet je wel? Dan wil ik best naar je luisteren, maar als je dat niet kan... Ja, maar één zieke tuurlijk, maat. Meer heb ik hier niet op te zeggen. Oh, vind je ook niet dat ik echt gek snelle editor ben? Vind je ook niet dat ik goed op mijn pannetje plan? Ja, wel echt. Ik kan lekker op je pannetje. Zo loop ik rond morgen in de stad. En dan tijdens dit, als ik dit doe, dan roep ik een paar keer tuurlijk. Ja, dan doe ik deze wel. Tuurlijk! Dat is de gast. Dit is vanaf nu de tuurlijk alarm. Dit is de tuurlijk alarm. Nee, maar die heb ik tuurlijk! Gewoon, als ik de toeter gooi, dan moet er even één verse tuurlijk komen. Gewoon. Dan doe ik deze. Deze voor de tuurlijk, komt ie. Oh, verkeerde. Oh. Komt ie, ja. Tuurlijk! Wat de hel? Hebben ze gewoon legit een burp toegevoegd? Ja, die dans heet burpee. En als, soms doet hij zeg maar echt een burpee en soms laat hij een boer. Wat de pauperfuck, maat? Tuurlijk! Wel, fatu. Dark Ninja Games is nou een sponsor geworden. Dark Ninja Games, dankjewel voor je sponsorship. Jij hebt vanaf nu een groene naam in de chat. Roy is het logootje voor je naam en toegang tot alle emojis die ik heb toegevoegd aan de livestreams. Door gebruik te maken van dubbele.royalistic in de chat. Dankjewel. Dankjewel, buddy. Yes. Oké. Okay. Alles goed met de katjes, Roy? Vraag Jorben in de chat. Ja, het gaat toch met de katjes. Sterker nog, ik denk echt binnenkort dat ik met iemand moet gaan praten. Want ik ben een beetje verslaafd aan mijn eigen katten. Ik vind ze te schattig. Heb jij een heavy sniper? Helaas, Njetski. Reboot fan is gebruikt. Shit, otherwise we could double snipe. Eén minder natuurlijk. Ik ga aan het prijs schieten. Ik ben aan het prijs schieten, gast hier. Als je er eentje hebt, weet je wat je moet zeggen. Ja, dat weet ik niet. Hey! Maat! Gewoon nog 40 punten, kom op! Oh, ik ben gewoon. Oh, god, ik begin nu gewoon zenuwachtig te worden. Maar weet je wat het is? Als we nou top nog wat pakken. Top 7? Dan krijg je letterlijk 30 punten. Dus ja, dan zitten we er op 10 punten vanaf. God. Oh, we moeten 1 kill maken. Tuurlijk niet, jongens! We Eén pakken kill minimaal 5 7. Kills. 1 kill en top 7, wij kunnen dit, gast. Ik heb een launch. Niet gebruiken, denk ik, hè? Niet nodig. Maat, of voor de zekerheid doen. Ik denk dat we lekker moeten lopen. Ik denk het ook. Oh, hier zo. Ja, deze box, maar we moeten eigenlijk ook bovenop. Ja, ik vind het lastig hoor. Als we deze rotatie goed pakken,
Dus die rotatie boven op hun landen. Maar hun hebben light machine, zo'n minigun, dus dat kunnen we niet doen. Oké. Wat we kunnen doen is hier naartoe. Waar? Oeh, ik weet niet of we dat moeten doen. Dat is laag, toch? Ja, dat is wel laag. Wat is daar dan? Ja, daar is ook alles kut. In midden is de berg. Oh, achter ons, achter ons. Waar is die? Waar is die? Waar is die? What the fuck, gast? Nee, dit is zo lelijk. Ja, hij finish me. Uit het niets in mijn box. Ik had weer de verkeerde wapens vast. Ai, nou man, dit vind ik echt niet leuk. Ah, dit vind ik zo fucked up. Waarom word ik ook altijd gefocust, ouwe, door dit soort pauperzooi? Maar zij hebben nou die launchpad. Ja, en al. Dit is minder natuurlijk, jongens. Zijn ze nu gelaunched? Weet je dat? Het is even minder natuurlijk. Dit is minder natuurlijk, ja. Kijk, als we nu champion worden, als Noah het dus in principe fixt, ja, dan is het voor mij niet waard om te uploaden. Ik denk dat jullie dat wel begrijpen. Ja, wat is er vanuit mijn perspectief leuk aan dit potje te uploaden? Ik heb één kill. Ik ga de endgame niet eens meemaken. Fucked up. Dus dit verneukt best wel een heleboel. Het is echt jammer. Echt jammer. Kan er niks anders over zeggen. Ik blijf gewoon een placement proberen. Ja, snap ik. Snap ik. 3 euro! Marty Party! Yo, Roy, je bent echt een baas. Ik kijk echt al super lange video's en ik leer echt van je. Zit nu zelf in divisie 6, maar vind het nog wel lastig om te editen. Heb je misschien nog wat tips? Ja, editen ben ik zelf ook niet het beste in. Maar... ja, wat je sowieso kan doen zijn van die edit parcours. Dat werkt altijd best wel goed. Dat kan je doen in een creative match. Dus in een creative match veel oefenen met edit parcours. Dat kan ik je wel als tip meegeven. Heb ik zelf ook veel gedaan. En Estefan met 1 euro. Kiek zijn. De abo's deur uit plafond niet. Gewoon lekker bezig jullie. Die natuurlijk klapt er lekker in vinden niet. Mannetjes veel leurt. Bedankt weer voor deze stream. En houdoe. Hartstikke idee. Heb ik die even gerakt of niet? Dankjewel Estefan. En dan nog 3 euro van de Mees. Van Mees. Keer samen spelen. Epic naam. Gingertje 1, 2, 3. Wie weet. Ik weet niet of dit Mees dik is trouwens. Maar wie weet, ouwe. Dankjewel voor je 3 euro, man. Thanks. Oeh. Die was wel close. Ja, 1 kill en top 7 placement. We zijn champion. Dan is het gewoon gebeurd. 1 kill en top 7. Waarom heb ik überhaupt nog geen top 7? Ik weet niet, maat. Moet ik boos worden of zo? Ja, misschien is dat wel aardig. Kijk, weet je wat het is? Deze kan je nooit terug editen. Nee, dat is dus fucked up, hè? Als je zo'n wall neerzet en je en er zo'n driehoekje in edit en een trap hebt staan. En dat is zacht uitgedrukt, zijn die is fucked up, zegt hij. Nee, dat is gewoon één dikke tuurlijk. Gewoon kloot, weet wel. Gewoon pauper. Noah, ik ben benieuwd, ouwe. Ik ga er lekker voor zitten. We gaan eens even kijken wat je ervan maakt. Zo, Krizinne snipe me, ja. Kom terug dan. Doe dat, Zek. Je moet er 1 killen. Of top 3 eindigen, dat kan ook. Als nee, we zitten wel 10 punten eraf. Hé, hey, als je top 7 en dan top 3 placement points krijgt, dan ben je er ook. Oh. Ja, maar daar. Ja. Ik ben machine, maar zo machine. Een machine, zegt hij van zichzelf. Wat een man. Boven je launchpad. Dat is natuurlijk een grapje. Ja. Iedereen ziet hoe slecht in de top 7. Oh mijn god, nog 1 kill. Dan zijn we er. Jongens, ik wil even een cheer in de chat voor Noah. Hij moet nog 1. Oh, ja, daar ging Noah. Ja, daar ging Noah. Maar het was dit. Ineens springt hij in mijn osso. Zie die punten. Zie die punten, maat. 1 versus 10. Helaas, jongens. Helaas. Ah, fuck! Oké, kom op, Noah. We moeten...
eerlijk gezegd... We kunnen maar één ding op zeggen. Eén minder natuurlijk is dit. Ik ga even eerlijk met je zijn. Ik ben hier echt blij mee. Want dat betekent dat ik nu weer kans heb om... Het potje waarin het gebeurt dat we champion worden, dat ik daar ook bij ben. Dat ik levend ben. Dat ik... You know? Ja. Het is een beetje een dubbel gevoel. Ik heb dus iets van, oh man, het is net niet gelukt. Maar aan de andere kant heb ik ook het gevoel van... Well, er is nu weer een mogelijkheid om te kunnen zeggen... Wij zijn samen... Wij hebben samen het winnende potje voor champion gegrind. Gewonnen. Dat zou het allerziekste zijn. Gewoon, gast, zie die titel even voor je. Weet ik veel. We worden champion met een win of zo. Of het potje waarin we champion worden. Ja, dat zou een goede titel zijn. Ja, ja, ja. En dan ook nog eens een win. Ja, dat zou lijp zijn. Dus we moeten toch echt gewoon blij zijn. Noah, uit elk negatief ding wat er gebeurt. Ja, ik ben altijd blij. Ik heb één ding voor jou. Ja. Eén ding. Ben je paraat? Ja, ben je ready? Ja, wat dan? Tuurlijk! Wow! Oké, nu jij. Ben je paraat? Tuurlijk! Ziek! Wow, die was hard, gast! Het spijt me voor alle headsets die nu gesneuveld zijn, echt! We are sorry! We are sorry! Oh, dit was ook heel... Dit was een hele kleine tuurlijk op steeds. Dat was even een verse tuurlijk, maat. Een hele verse tuurlijk was dat. Zo, ik zat zo... Ik ben er blij mee ook. Ik zat zo wat in de microfoon. Oh man. Oh Jordi, de Biro. Yo Roy, een vraag. Mag ik een SO van je vriendin? Want ze is niet verkeerd. Want ja, tuurlijk. Veel succes nog, bro, met de stream. Nou, dankjewel. Mijn vriendin zit helaas niet hier. Maar ze had je ongetwijfeld een SO willen geven. Als ze er wel bij zat nu. Maar dan kan ik nu dus even niet voor je regenen, Mian. Er zitten twee mensen onder mijn gast. Ik kan. Met een beetje mazzel. Oh mijn god. Waar zit die Frits? Nee! Oh mijn god. Oh mijn god. Is die beneden? Ja. Maar er zit een bot achter mij aan. Oh, kan ik hier te slecht tegen? Ik heb een tag voor je. Nee. Oh, ik kan niet bouwen. Open bot. Ik kom eraan. Half vol, maatsko. Waar zitten al die woesjoems? Boven ons. En bij mij nu? Wow! Oh mijn god. Ik heb geen healing meer. Hier. Oh nee, ik neem die healing in. Hou nog heel veel vol. Kan je bijna weer helpen. Oh, hij zit hier naast me. Nee! Ik heb zoveel pech! Ik loop aan de andere kant van mijn trap! Hoe is dit nou toch weer mogelijk? Oh, je wil niet weten hoeveel pech ik hier heb. Nou, ik kan niet. Ik moet echt even afkoelen nu. Niet alleen jij, maat. Iedereen was echt gewoon een pauwpot. Maat, wat een pauperwapen. Oh, hij heeft er nu een blauwe tag. Ja, die doet toch damage. Tering Jantje.
Een zieke donatie van Yuri. Even kijken. Yuri met Theo, hij zat bij Papa Darius. Noah, jong, doe eens godverdomme rustig. Je zei het geen op mijn goal, of wel? Tering uit je, Yuri. Iets minder natuurlijk, Roy. Kom op, man. Nou ben ik er klaar mee. Nou gaan we gewoon even champion worden. Ben je er... Ja, shit, scheid. Let's go, kom op man. Hey. Niels. Ik ben er echt even helemaal klaar mee nou. Putverdikkers man, hey. Putverdikken me... scheid. Kom op nou man. Hey. Oké. Nou. Jamie met de 3 euro. Jamie, dankjewel. Bart met de 3 euro. Laat Idoch natuurlijk doen. Idoch niet hier. Als Idoch hier was, hadden we hem een hele verse natuurlijk laten doen. Maar misschien is Idoch aan het meekijken. Dan kan hij even het livestreamkanaal komen. Maar hij mag op één voorwaarde het livestreamkanaal inkomen. Dat is dat hij niks zegt. Behalve een koulo harde tuurlijk. Een koulo harde tuurlijk. Ja, en daarna hard, gelijk weer weg. Gewoon echt hard. Echt hard, hard, hard. Dan mag hij zeker komen. BMW M140i, 3 euro, wanneer een ref battle? Oeh, ga je niet winnen, maat. No. Nee, ik weet niet, woon je in de buurt van Nieuw-Vennep? Dat kan dan misschien wel een keer. En dan hebben we nog Mace met 3 euro, niet Mace Dix, wel een andere. Morgen heb ik tijd, kijk maar, je doet het wel echt goed. Hashtag Maak! Dankjewel, bro. Maak! Dankjewel. Oké. Mag ik een come up, man! Hey! Come up, man! Hey, come up, man! Oké. Ik zeg, kom op dan. Ah, jongens. Come up. Ja, die ga ik verder niet afmaken. Ik weet welk filmpje jij bedoelt namelijk. Volgens mij krijg ik natuurlijk binnen van een vriend van mij. Komt ie. Zo! Dat is wel lekker, maat! Evers, natuurlijk! Alright, Hande, 3 euro. Roy, jullie hebben last van streamstripes omdat Noach geen delay vertraging aan heeft staan. En jij wel. En we hadden straks abonneerbot op je account gezet. Oh, dat moet je niet doen, Hande. Dit is ook sowieso niet de echte Hande. En de vraag is ook of het echt een abonneerbot was. Maar. Oh ja, hij zit boven je of niet? Ik ben de lul. Min jij dan? Dan min ik. Ik heb values. Werd het heel druk, gast. Weet ik hem niet. De lul. Het is te druk, gast. Ik had er eentje hier, week, maar dit is echt heel saai. Lekker. Nog twee rechts. Lekker. Nee! Oh, hij was white! Hij was zo zwaar white! No way, bro! Ja, maar can happen. Nou moeten we even goed gaan landen, want nou ben ik... Oké, kom op. Oké. Nog iets minder natuurlijk. Noach, we got this, man. Misschien moet ik gewoon weer met mijn La Casa de Papel masker op. Weet je wat we moeten doen? Fuck it, ik ga gewoon met mijn La Casa de Papel masker op. Gooi jij eens een hele matchmaking aan. Ja, dat heb ik al gedaan. Hebben mensen hem gezien? Ja, dat kan. Nee, dat denk ik niet trouwens. Maar ik maak jou wel eventjes partyleader gewoon. Oké? Okay? En dan fix jij even een mooie delay.
wel even dus een ander scherm aanzetten op je stream, weet je wel. En dan ga gewoon ik dit zwart, potje... jongen, gewoon zwart. Ik ga dit potje gewoon eventjes met een La Casa de Papel masker spelen. Ik ben er helemaal klaar mee. Dit gaat gewoon, dit gaat geluk geven, echt waar. Doe nou niet. Ja, ik zweer, maar dat is echt, doe volgens nou mij. Niet. Maar dat is echt, volgens mij doet dat gewoon niet, want dat maar volgens mij moeten wij gewoon champion halen, volgens mij doet dat gewoon niet. Ja, let op. Oké. Okay. Let's go. Jij nou wel de knopjes te zien op jouw controller? Dit moet wel heel raar zijn. Het is ook echt heel warm gewoon zo. Maar ja, let's go. En als wij een kill maken, dan komt deze. Je zegt het verkeerd. Als wij een kill maken, komt deze. Tuurlijk! Tuurlijk! Oké, okay, let's go. Kom op. Kom op. Als ik iets wil drinken, is dit wel echt fucked up, man. Maar goed. Roy, ik zeg je eerlijk, ik vind je maar een raar ventje. Badder, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben ook een raar ventje. Oké, okay, kom op. Let's go, gast. Let's Kijk, go, gast. Er moet verschil zijn, hè? Ja, er moet een verschil zijn, inderdaad. Hij is zo raar dat die 781.000 mensen... Nee. Toch wel Oei, ja, dat is wel waar. Dat is echt wel waar, ja. Als je gewoon standaard bij het jaar, dan gaan ze niet... Oké, okay, kom op, gast. Oké, okay, nee, dit is gewoon echt te warm. Ik ga hier heel slecht op. Ik ga hier echt heel slecht op. Ik ga er ook slecht op hoe ik jou hoor. Oh, maat. Je hoort jou echt... Letterlijk zo gedund. Pauper warm met dat masker op. Holy damn, gast. Oké, okay, kom op, Noah. We moeten 90 punten pakken. Dat betekent... Als er een paar woesjooms daar landen, maat, dan weet ik het ook. Ja, dan weten we wel dat het weer streamsnipers zijn, hè. Kom op. We moeten het gewoon nu even fixen. Come on. Ik krijg echt pauper warm trouwens met het masker, jongens. Dus dit is even een stuk beter voor mij. Jamie trouwens met de 10 euro. En die zegt, wanneer ga je weer vloggen? Ja, ik denk wanneer het hele coronavirus weer voorbij is. Want ik kan echt geen thuisvlogs maken. Tenminste, misschien wil ik wel een keer een poging wagen. Maar, ja, ik vind het gewoon niet chill om alleen maar thuis te zitten. En dan thuis een leuke vlog proberen te maken ofzo. Ik vind het bijvoorbeeld heel knap hoe Enzo Knol doet. Dat hij dan thuis een escape room gaat maken. En een speurtocht. En de Enzo Olympics. En verstoppertje. En weet ik veel wat die gast allemaal doet. Heb ik echt zwaar respect voor. Legit. Want ik zou dat... ik zou dat allemaal niet doen. Ik zou dat legit allemaal niet doen. Dus ik vind het heel knap. Maar niet voor mij weggelegd. En Tim Blom met de 3 euro. Morgen komt het vierde deel La Casa de Papel uit. En succes, boys. Klopt inderdaad. Morgen komt het nieuwe seizoen uit. Zo maar goed. Zin, gast. Laten we focussen, gast. Kom op. Kom op. Hey Roy, we moeten Dit gewoon moet een keer... Zijn. Dit moet er zijn. We moeten gewoon een keer bij jou... Gewoon een keer een vlog maken dat je een McRap gaat chappen. Een hele interessante vlog zou dat zijn. Ja, heel dat leuk. Je een keer een McRap gaat proberen en of mij nou gelijk heeft of niet. Die echt zo lekker is. Ja, oh shit. Ik heb wel leuk iemand gekilled. Of tenminste, een guard. Maar hier zijn gewoon guys bij mij in de buurt. Hij ziet, ben mij, ik. Hij ziet mij, ik heb niks, ik heb niks. Ik heb alleen een heavy sniper nu. Maat, ik sta hier echt trapped. Je moet me echt helpen, ik heb geen resources. Wie ziet jou? Ik zie hem niet eens. Hij zit hier boven, boven oh, je de bent Bonner Villa. Daar is geen guard, maat. Nee, dat bedoel ik, dat bedoel ik. Dan wordt of snipen, of je bent dood. Komt-ie, ja? Komt-ie. Want ik heb daar geen wapens voor. Oh. Ik heb hier een pumpje voor je gedropt, maat. Oh, dat vind ik wel lekker. Kom maar aan. Ja, daar dacht ik niet, hè. Kom maar aan, kom maar aan. En een SMG ligt hier bij mij beneden. En een... Kom ik jou eens echt zwemmen hier, maat. Ik kom exact voor. Zo, jij hebt goede shit daar liggen, gast. Dat is allemaal voor jou, maat. Matsko. Matsko. Jullie maar dit, zijn wel, dit zijn wel tijden. Ik heb hier grijze jar voor je. Ik weet niet of ik jou daar blij mee kan maken. Oh ja, zeker wel. Wel? Oh. En die pump ligt hier van. Waar? Waar lag die grijze jar? Beneden. Oh, jeetje, ik zit met dope. Dat zijn allemaal gewoon onze bots. Hier ligt een grijze tech bij mij. Heb jij... Oeh! Holy damn. Houd jij? Nee, dat was ik niet. Niet? Nee, maar ik weet ook echt niet. Minis bij mij. Man. Groene AR hier bij mij. En bandages, daar verderop. Ja, ik heb een big shield en medkits. Zitten in de buurt van de Modern Villa, man.
Ik ben ze kwijt. Oh, midden, bij de barbecue. That's it right here. Hij zit hier. Oh, hij zit! Heel hard. Hij pusht naar boven. Zijkant van mij. Hij gooit de RPG, ga naar beneden. Doe ik. Hij zit boven me nu. Eigenlijk moet je daar weg, als het kan. Ja, dit is weer lelijk. Protect the world. Oh! Ik dacht echt dat je nog bij me was, maat. Dat is gewoon loes ineens. Nee, maat, ik ben er nooit geweest. Jawel, het is op afstand als je mee aan het schieten. Ja, maar jij bouwde voor mijn ding, zodat ik niet mee kon schieten. Ik heb hier ook zoveel match hoor. Ja, maar... Ah, fuck dat. Je hebt nog 30 seconden voor de reboot. Het zou echt fucked up zijn, al kan tegen als je niet meespelen. Ja, maar ik ben niet zo snel. Echt geen zin om een heel potje te spectaten. Oh, dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Dan lief ik liever dan dat ik het hele potje moet spectaten. Denk ik echt serieus. Ja, ik ga niet eens overleven, maat. Hier geen één raken, maar besef je die. Ik moet je gewoon even killen, maar ja. Waarom heeft hij die dan ook weer? Ja, maar man. Ah, oké. Okay. Reden trouwens dat ik dat zei, jongens, is dat ik dit ook al gewoon early game dood ging. En daarvoor ook al. Met z'n tweeën gingen we toen wel de hele tijd dood. Maar dan heb je op een gegeven moment gewoon zin om even een heel potje te spelen. Dat heeft niks te maken met toxic of fucked up, wat dan ook. Dan ben ik gewoon eerlijk over dat ik echt liever dan lief en harder moet strijden met Noah om die punten bij elkaar te krijgen. Dan dat ik een heel potje weer moet spectaten. Dan heb je gewoon echt even zin om te spelen. Dus vat die opmerking niet verkeerd op voor het geval je dat doet. Zo bedoel ik absoluut niet. Ik bedoel meer gewoon te zeggen van... Om weer dan een heel potje te spectaten. Nee, dan lief ik liever om gewoon harder te strijden. En het opnieuw te proberen. Wat Noah anders ook gewoon de rest van het potje alleen moet spelen. Ja, dat is ook fucked up. Ja, maar... Mocht hij de fight overleefd hebben, hè? Daarvan uitgaande, zeg maar. Van dat scenario uitgaande. En dan kan je zeggen, Roy, zou je dat dan andersom ook doen voor Noah? Jazeker. Als Noah mij zou vragen, ik clutch nog de 1v2 en ik kon zijn reboot card niet pakken. En Noah vraagt aan mij, maat, ik heb echt geen zin om heel potje te spectaten, kan je alsjeblieft leave'en? Dan had ik al waarschijnlijk op leave gedrukt nog voordat hij het überhaupt aan me had gevraagd, bij wijze van. Ja, nee, serieus. Want ik begrijp het gewoon. Het is echt kut om een heel potje te spectaten. Het is niet erg als je al een aantal goede potjes achter de rug hebt en het gebeurt dan. Dan wil ik best een heel potje spectaten, maar me echt geen reet uit. Maar als je al een paar potjes hebt gehad waarin je gelijk doodgaat, dan wil je gewoon echt even gewoon meedoen, zeg maar, snap je? Kijk, al ga ik bij de laatste 20 dood of zo, ja, boeien. Dan maakt het me echt geen reet uit. Is ook kut. Plezant. Ja. Plezant. Wilde ik even uitgelegd hebben. We hebben een donatie van Noah. Hey. Niet jij, denk ik. €1, hey Roy, ik hoop dat je de championship haalt, maar ken je Brawl Stars en wanneer ga je het spelen? Ik ken het zeker, wanneer ga ik het spelen? Ik denk nooit. Nee. Ik ben nooit echt van de mobile games geweest. Al helemaal niet voor op YouTube. Dat past ook niet bij mij, dat Brawl Stars. Ik hou het lekker bij de games zoals Warzone, Fortnite, GTA 5, Minecraft nu, Minecraft Survival. Dat vind ik echt superleuk. Maar mobile games over het algemeen heb ik daar nooit echt wat mee. Sorry. €3 van Tuurlijk met als bericht Tuurlijk! Tuurlijk wel! Tuurlijk! €3.
David met de 5 euro. Wil je misschien eens een video maken waar je gaat sporten in je eigen sportschool? Groetjes aan Noah. Groetjes aan Noah bij deze. En dat wil ik zeker een keer doen. Ik wil weer een keer het vloggen gaan oppakken en dan komt zo'n vlog ongetwijfeld voorbij. Plessenpark, nou kom op gast. We moeten nog 130 punten. We kunnen dit. Er landen best wel veel mensen bij jouw huis. Watch out. Ja, veel te veel weer. Nou, ja, right? Zin meer in. Jawel. Komt goed. You got this, man. Ja, ik kreeg een bandage gun en een pump. Oh, maar ik wil net zeggen, ik heb een pump voor je. Ik heb een pump voor je, maar ja, die heb jij dus zelf ook. Ik heb groene. Ja, ik ook. Ik heb ook nog minis voor je. Die heb ik ook. Oké. Dan kan ik je echt niet helpen, buddy. Very sorry. Yes. Zal ik gelijk naar je toe komen? Ja. Oké, even kijken of hier nog een iets anders ligt, een AR of zo. Dat zou wel heel lekker zijn. Nog niks gevonden. Oh, dit is echt jammer dat ik dat gewoon niet vind. Hier ook niet dan. Ook niet. Hij zit op het dak. Oké. Nee, ik kom hem gewoon pushen. Ik kom er dan nu uit. Eentje knocked. Je bent een held. Eentje weak. Oh, hij heeft mij zwaar hit. Ik zie het. Ik push hem omhoog. Ik push in zijn rug. Ik heb hem. Die bij mij, bedoel je? Ja. Oh, nog eentje. Zo, bouw verdicht. Neem één medkit in. Medkit? Nee joh, medkit is niet nodig. Yo, voor 20 HP. Oh. Thanks. Wow. Weet je nog dat je zei dat die medkit niet nodig had? Nou wel. 7 seconden. Ben klaar, 6 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Waar is hij dan? Ja, ik snap het ook niet, gast. Oh, hij is one shot! Oh, nee, joh! Nee, ik hit hem zo hard op zijn palmfluit, gast. Hij gaat gewoon niet dood. Oh, besef hè, dat we gewoon 10 punten verwijderd waren van champion. Oh, ik zie het niet eens, maar het ging wel weer snel voor mij. Nee, hier konden we legit niks aan doen. Het is, ja... Altijd 100 man op mijn appel. This happens. Ja, wat wil ik erover zeggen? It's fucked up. Jongens, kom op. We houden die goede moed erin. Noah en ik kunnen dit gewoon. We moeten 110 punten pakken zometeen in het potje wat we gaan spelen. Exclusief bus. Dus, als we de bus alvast even meerekenen. De bus gaat 40 punten gaat hij van ons pakken, right? Bus fair. In Container League. Ja, dat is 40 punten. Oké, we komen dus zometeen uit. Dus we in het potje zitten op 48,50. Dat betekent dat we 150 punten moeten pakken. Oké, dat is gewoon te doen. 60 punten voor placement. Voor de top 12. Daarna de top 7. Hoeveel krijgen we daarvoor? 40 punten of zo? 30 punten? Ik weet het niet eens. Hoeveel punten krijgen we voor top 7, gast? 30. Top 3, okay. 30. We moeten gewoon top 3 eindigen. Dit potje, daar komt het op neer. Dit potje moeten we top 3 eindigen. En ik heb een eurotje van Sericus en hij zegt erbij, Roy is een strijder. Nou, dat vind ik heel aardig. Dankjewel, man. Dat waardeer ik. Dankjewel. Thanks, Erik. Ik geef inderdaad niet op. Dus als je dat bedoelt met strijder, dan geef ik je gelijk. Als je bedoelt met strijder dat ik super goed ben in het spel, geef ik je geen gelijk. Maar goed, ik waardeer het wel, dankjewel. Ja, af en toe mag je best wel reëel over jezelf zijn, toch? Kijk, ik ben niet heel slecht of zo, maar ik ben ook niet heel goed. Heb je nieuwe tel? Zeker, maar. Goed, BMW met 3 euro zou er niet zeker van zijn, Roy. Ben regelmatig in voor... In New Fanup mag jij reffen en planken in mijn auto, word je een BMW-fan. Mark my words. Oh, hell no, dude. Hell no. Nee, echt niet. BMW is zeker geen verkeerd merk, maar het wint het niet van Audi. Op alle fronten niet. Op klassenniveau niet, op hoe het eruit ziet niet, op opties niet, geluid niet. Ik ben echt een Audi-man. Het spijt me, ouwe. Daar gaan we niet op één lijn komen te zitten. Maar ongetwijfeld dat je auto heel dik is, want BMW's kunnen ook gewoon heel ziek zijn. Vooral de M5, bijvoorbeeld de nieuwe M5 vind ik keihard. Maar... ja, als ik dan moet kiezen of een M5 of een Audi RS7, de nieuwste, nou dan weet ik het wel. Dan zou ik 100% voor de nieuwste RS7 gaan. Nou, ik kan je wel vertellen, ik vind allebei hele mooie auto's. Past in het budget. Ik hoor helemaal niet wat je zegt, je valt compleet weg. Zeg het nog eens.
Ik zei, ik vind allebei hele mooie auto's en allebei past in mijn budget. Past het niet in je budget, je viel weer weg. Nee. Maar ik denk dat je dat zei. Oké, top. Dat is zeker waar. Zingetjes met 1 euro, Noah is een strijder. Absoluut mee eens, absoluut mee eens. En Machine. Milan met de 4 euro, die zegt... Tuurlijk! Jawel. Tuurlijk, Milan. Dit gaat gewoon een potje worden, man. Dit wordt hem. Ik zweer het. Oh ja, hier is natuurlijk de kist. Waar is die kist nou? Waar is die kist nou dan? Ik heb hier een groene AR voor je. Shoot. Is Gucci, I like that one. Dan doe ik het even zo. Trouwens. Even zo. Sander zegt meer bij de action werken, Noah. Kan je ook zo'n auto... Ja, vast. Bij de action ga je zo'n auto niet verdienen. Nee, dat denk ik ook niet meer, toch? Nou, niet misschien, ja. Even kijken of we hier nog wat mooie loot hebben. Nou, misschien wel verdienen, maar ik krijg het maar alleen niet. Oeh, dat is lekker. Een big shieldje. Ik heb een mini voor jou. Oeh. Hier gedropt. Kan je die nog meenemen? Ja, dat kan. Ik moet nog een shotgun hebben, dus ja, moet jij niet tegengekomen zijn. Nee, ja. Ja, fucking saai. Kom eraan, kom eraan. Ik heb echt eigenlijk helemaal niks wat je kan helpen, maar ik ga mijn best doen. Hier boven, waar zit hij dan? Nou, op dat andere gebouw. Andere gebouw, oké. Okay. Ligt hier letterlijk een big shield voor je gast? Hierboven. Ik zoek hem. Boven ons zit hij. 1, 2, 3, git. Wow, ik word gelaserd, maat. Kan dat maar. Had toen meteen een scar, of niet? Ja, ik weet niet wat hij heeft, maar hij heeft iets wat heel veel pijn doet. Ik heb nog steeds geen shotgun. Hij is wide. Wow, hij zit achter mijn gast! Oh mijn god. Maat, ik ben echt one shot. Oh mijn god. Ik ga je nu healen. Beneden, onder jou zit ik te healen. Er komen 2 mensen achter ons. Oh. Wat moet je doen, maat? Ja, ik weet het ook niet. Ik heb geen eens een shotgun. Is hier een toilethok in de buurt? In dit huis waar ik nou in zit. Hey, kom eraan, kom eraan. Ik denk dat ik het niet ga redden, maar ik ga mijn best doen. Eentje gelezen op mij. Oh, hij is gekillsteeld. Oké, waar is dat toilet? Oh, hier. Ik loop hem gewoon letterlijk voorbij. Eentje 66 headshot. Heb je via het toilet opgepeerd? Nog eentje crack bij mij. Nice. Hij heeft een heavy shield. Oh, heavy shield. Heavy sniper, was ik heavy shield. Ik durf hem niet te pieken, maar... Nou, dan kom je zo meteen helpen. Je zal nog heel veel vol moeten houden. Ik weet niet of dit een speler is, of dat dit gewoon een agent is die nu af komt rennen. Kun je niet hoe lang ik nog vol houd, maat? Oké, wacht, ik neem 2 minis in. Kist, kan naar jou proberen te komen. Bad. Ja, doe maar, doe maar. Als dat lukt... ...dan goud zijn. Kom maar aan. Oké. Goed, gast. Je moet meteen dit hokje pistol. Pakken. Ja, weer een pistool, gast. Lekker. Kom, dit hokje pakken. Dan gaan we op modern. Die? Ja, zie hem. Ga erheen. Oh mijn god. Kom aan. Ik heb hier minis. Nog eentje liggen. Ik zoek nu die gasten. Die achter ons zaten net. Ik zie ze niet, man. Is ze weg of zo? Nee, ze zitten er wel 100% nog. Ik weet alleen niet waar. Oké. Okay. Daar. Ik al? Hij heeft heavy snipe, niet pieken, man. Ik zie denk. Het, ja. Ik loop door naar het hoekhuis. Die linker 47 headshot. De nice. Andere loopt daar. Oké. Okay. Is nu bij hoekhuis. Het ziet er inderdaad uit. Never know. Oké, okay, ze spotten mij. Ik zie er eentje op de straat zitten, letterlijk. Ze zijn bij elkaar. Ze zitten er recht voor mij, op de straat.
Lekker dat dit allemaal in orde is. Gast. Allebei naast elkaar, want ik zit nou in midden. Oké. En ik zie er geen één. Ja, ze zitten daar, achter. Oh, big shield hier, dat is even chill. Ah dan. Groene AR bij mij. Ik zie ze eigenlijk niet waar meer. Waar ik ze net zag, hier zo. Dus, ja. Ik denk dat ze nu in de red building zitten. Hier staan de deuren open achter, het kan ook zijn dat ze hier zijn. At the moment zie ik niemand. Ja, hier, voor mij. Ja, voor mij, op het rode dak. Wacht af, ik wacht af. We moeten even pieken. Precies. Kijk hem even headshot uit. 1 keer 21 op blauw. Oh, hij gaat voor de heavy snipe, man. Het risico wat dat betreft even niet moet nemen. Ik wil weten waar die andere zit. Ja, allebei zitten ze daar. Ik zag net 2 voetstappen in icons daar zitten. Ze zijn nu naar beneden geëdit, nu weer naar boven. Eentje zit op de ramp. Die wacht echt tot ik piek, zodat hij me kan heffen. Ik heb alleen maar 50 kogels. Naar boven gebouwd, ze pieken allebei op mij, man. Allebei op mij. Als je vanaf zijkant kan hitten, vanaf hier, deze wall, dan ga je ze hitten. Oh, shield broke, shield broke. One shot eentje. Moet er nu gaan. Hij zit hieronder. Ik heb er 1. Nice, ik neem 2 minis in. Shoot. Hij zit nog ergens bij mij, of niet? Ik kom naar boven. Hier. One shot, one shot. Ja, lekker. Netjes. Oh, lekker maat. Woe. Dit is wel weer een tuurlijk waard, jongens. Netjes, dit is netjes. Oké, okay, lekker. Lekker. Goed gepusht hebben deze gasten. Oké. Okay. Cool, nice. Nice. 1. Mooie, tuurlijk. Nu moeten we wel even veel resource hakken. Tenminste, dan spreek ik even namens mezelf. Ik heb letterlijk helemaal niks. Dat is minder, tuurlijk. Wat ik heel weinig heb, of vrijwel niet, is medium ammo. Ik heb 198. Ik heb 53 en 23 los. Hoor mensen skieteren. Waar? Northeast. Okay, als je sniper bullets en medium bullets voor me hebt, ja, ik hoor mensen daar. Right, ik ga hier nog 1 kistje openmaken. Je hebt je vast wel, hè, sniper en medium. Dat denk ik wel. Just a little bit. Ik heb hier een big shield, dat is wel fijn. Ik drop hier wat medium en ik drop hier al mijn sniper. Ligt op mij. Thanks, man. Alsjeblieft. Ik zoek die gasten waar jij het over hebt. Cirkel. Oh ja, dat is wel ver. Ja, laten we even rennen. Gelijk, gewoon instant. Let's go. Moeten we even placement pakken, man. Yup. Yep. 4573 kijkers nog steeds. We hebben letterlijk nog niet minder dan 4500 kijkers gehad. Deze hele livestream al. Het is werkelijk waar insane. Subs nu op 781.142. Lekker mis. Ja, ongekend. Ongekend, jongens. Echt niet normaal. Werkelijk waar ongekend. Iedereen zegt Don. Is Don in de chat? Is het wel de echte Don? Dan moet je altijd even op letten, jongens. Of hij een vinkje achter zijn naam heeft. Bij mij kwam er net ook al een Don. Ja, dus dan kan het heel goed dat het een neppe Don is. Ik heb ook best wel donaties, maar daar wacht ik heel even mee tot we safe zitten. Als we safe zitten, dan ga ik het. Dan ga ik ze oplezen. Dat was Don zonder hoofdletter en zonder winkje. Ja, dan weet je al dat het app is. Ik weet wel dat Don best wel vaak mijn streams kijkt. Dus het zou kunnen hoor. Het zou kunnen dat het wel echt bij mij wel de echte Don is, zeg maar. Als het een echt is, heb jij een pilsje voor min? Heb jij een pilsje voor min? Oh, hier ligt ons auto zag weer een goed tijd. Is de auto gefixt? Ja. Lekker gast. Oké.
Oh, we hebben er weer een van Estefan. Oh jee. Zou even wachten tot we safe zijn, gast. Ja, dat ga ik ook doen. Ik zit hier bijna safe. Dus... Ik heb wel maar healing 1 mini-shield. Ik heb er nu 4. Alright. Bijna Gucci, man. Gelijk voor de volgende cirkel. Dat is wel lekker. Dat even kunnen fixen. Blik bier in je papje voor. Hier wordt gebouwd. Ik probeer te pingen. Hier zijn. Nou, laten we daar zit... omheen lopen. Want daar heb ik geen zin in. Nee, ik ook niet. Oh, hier loopt er eentje. Helemaal solo, gast. Letterlijk, op mijn ping. Helaas, geen hits. Oh, de andere loopt achter. Die is niet solo, hè? Die is achter later. Oeh, laten we daar even. Laten we hier nog één, hier nog één. Daar ook nog één. Oh, oké, okay, waar moeten we dan heen? Wat is nu gewoon de gameplan? Gewoon lekker naar rechts, lekker vermijden, maat. Hier heb ik echt vrij. Echt hier ook nog iemand. Hier ook nog iemand op de Agent Island. En hier ligt nog iets paars, Spanish Gun. Ik wil alleen even die placement. Maat, ik heb ook echt. Beter. Ik heb ook echt slechte loot, jongen. Dat is echt niet normaal nu ik het zo zie. Holy fuck. Ik heb echt niks bijzonders gewoon in mijn inventory. Ik heb een Scar en een Heavy Sniper, maar daarnaast. Alleen maar pauper. Oh, wat dikke schoten hier, gast. Third party time. Oh, er ligt wel hele mooie loot daar. Denk ik. Eentje 22. Willen we dit doen? Van afstand. Beste niet erop. Niet heel veel zin, zeg maar. Boombo. Kom, pak dit water. Oh, kut, ik ga de verkeerde kant op. Pik. Ja, we moeten hier even weg, man. Hier de berg op. Mij toe. Hopen dat ze nu niet hitten. Oh, wat zwemt het water, kut zeg. Oh, eentje bij me. Let tegen me aan. Ik dodge hem wel. Dodge hem wel. Er is een fishy. Ja, ik ben weg. Kom hier naar boven. Zie hem niet eens. Oh, zijn teammaat loopt hier boven. Kom eens gaan. Ja, hij zit hier in de box. Ik ben beneden, hè, gast. Ik ben hier boven. Er zijn er twee, dus ik ga niet challenge hoor. We zitten hier wel beneden. Oké, ik zit safe. Donaties! Even kijken! Stevie met de 3 euro. Ik heb net heel slecht nieuws gekregen, maar nu ik jouw stream kijk, word ik weer een stukje vrolijker. Gelukkig, Steefje. Welk nieuws het dan ook is, sterkte ermee. En goed om te horen dat mijn stream je erbij helpt. Dat vind ik heel tof om te horen. We moeten de brug over, gast. Wel? Ja, even naar midden, dan hoeven we dadelijk voor een ander cirkel niet meer. Oké, okay, cool. Of ja, misschien minder. Let eens op, er zitten twee mensen in onze rug. Die gaan dezelfde rotatie maken als wij. Ik ben één keer geraakt, man. Zit achter die steen. Ik heb zeker geen big shield. Nee. Ik ben geboxed hier, hè. Ik ook. Voor mij is het dubbel focus op mij. Hij valt. Ja, kut, sorry. Is de kans dat ze nu gaan pushen? Ja, ik heal. Ik ga één medkit innemen. Hoe kan dit hitten? Bite. En de lul, gast. Ik heb geen match meer. We moeten geteild party worden, anders zijn we dood.
Ja, dat is ook zo. Oh mijn god, gast, wat is dit? Wat is dit? Ja, de low room, letterlijk. Ik word gedubbel focused, links en rechts. Ik had er eentje nog best wel weak. Wauw, man. Wat leem moest dit weer doen dan. Ah, weer geen match natuurlijk. Ik had dat hele potje al kut doet, man. Dat heeft me keihard genaaid. En natuurlijk word ik dan weer gefocust. Het past weer helemaal bij gewoon de hele pauperietes. Ongekend dit weer. Werkelijk waar. Fucking dom dit. Echt waar. Fucking dom dit. Waar, hoe weinig ik weer aan kan doen. Natuurlijk word ik weer gedubbelfocust, ouwe. Zowel links in mijn box gaat er eentje als rechts in mijn box. Eentje krijg ik nog fucking weak. Ja, die andere, ja, wat wil ik doen? Gaat op precies hetzelfde moment, gaat hij mijn box in. Jij bent ook fucking kansloos, met echt maar 4 HP, geen healing. Ja, hier kan ik echt slecht tegen, ouwe, dit soort deaths. Dit is zo vreselijk. BMW M140i met de 3 euro durft de uitdaging aan dan. Nieuwe content en nieuwe beleving guide. Kunnen we iets contact hebben? Heb geen Insta, alleen Snapchat en WhatsApp. Andere uitlaatsysteem en full options. Klinkt heel goed, ouwe. Ik zou zeggen, stuur me even een DM op Instagram. Zoals nee, je nu met coronavirus is het... Oh, je hebt geen Insta. Ja, dan is het wel fucked up, man. Snapchat, ja, maar WhatsApp ga ik natuurlijk niet geven. Ik denk dat je dat wel begrijpt. En Snapchat gebruik ik verder niet. Dus dat is even onmogelijk dan. Misschien even een mail te sturen. Maar sowieso, qua coronavirus is denk ik niet de beste timing om zulke dingen te doen. Maar je weet ooit een keer, ouwe. Milan met de 4 euro, kom op, jullie kunnen het naar de champion. Hij gooit even natuurlijk, maar ik krijg hem er nu gewoon even niet uit. Omdat ik zo lelijk dood ben gegaan net. Het spijt me, maar wel bedankt voor de 4 euro, Milan. Ja, hoe ik net dood ga is fucking onzin, jongen. Echt. Oh. Iets minder tuurlijk. Ja. Ongelooflijk. Werkelijk wel ongelooflijk. Mijn zus dan niet raakt mij. Waarom zijn er geen chug-jugs meer, jongen? Als ik nou healing had, dan zat ik nog oké. Ja, je hebt helemaal niks. Ik zit wel een goede cirkel, ouwe. Daarom. Hele mooie cirkel. Zit perfect. Banish gun daar, banish gun. Ja, die ga je nooit redden. Het is gewoon geen tuurlijk, dit. Nee, dit is echt geen tuurlijk, nee. Dit is echt super kut zelfs. Maar goed, top 7 placement zou wel echt lekker zijn. Letterlijk 1 AR bullet is gewoon klaar, hè? Ja, 1 AR bullet, dat heb je helemaal goed. Dat is het hartstikke gedaan. Oeh. Dat waren wel lekkere hits. Oké, er zit iemand op je. Wat? Oeh, hij werd net naar beneden geschoten. Kom maar. Oké, kom op, gast. You got this. Ik kon dat allemaal mis zijn, joh. Nee, ik ook niet. Kom op. Oeh. Oh, ik ben over. Ik ben 4 HP. Aangenaam. Top 12. Lekker, 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 lekker. Nog 60 punten. Nou. Mocht, ja, 4 HP, ja, dat killt gewoon. Misschien had je serieus nog wel echt iets lijps kunnen doen als je gewoon meer HP had. Als ik gewoon healing had, dan was ik... Nou, oh, het spant heerlijk helemaal. Een cirkel, gast. Wow. Letterlijk, als iemand jou één keer raakt, ben je gewoon dood. Nee, daarom. Maar niet eens uit als het een pistool is, gast. Maakt ook niet uit welke range. Als iemand jou met een SMG op long distance schiet, ben je ook dood. Nee, ja, zie. Maar goed, wel lekker gedaan. Je hebt die top 12, dat is heel netjes. Dat is echt goed gedaan. Dus alsnog dikke GG's voor jou, Noah. Prima, prima. Dit is echt top. We moeten even uitrekenen hoeveel punten wij nu het volgende potje moeten gaan halen.
Ik denk dat het wel, dit is goed te doen. Ja, ja, gewoon lekker 100 punten. Van, hey. 100 denk punten volgpotje aan. Zo'n Audi is leutig, maar ik heb een kleine goed verbatste Ford. Begint er maar eens aan om de dier uit te rijden. Veel succes ermee, Audi's. Ja, lekkere dodo, lekkere dodo. Wel Don, nee joh, Don is lekker, weet ik veel wat hij aan het doen is. Ik laat Don lekker met rust. Je moet even readyen, Noah. Ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar ready. Kan je readyen? Zou ik ready? Ready doen? Ja, ik zou het wel doen. Dat is wel handig. Er zit zo'n ready knop en dan kunnen we gelijk lekker speulen, weet je wel. Nooit van gehoord. Oh man, oké. Okay. Het komt er nu dus gewoon... Wow, what the fuck? Gewoon een gekke wizard in de item shop, ouwe. Die is keihard. What? Ik vind die wizard echt keihard. Let's do it, man. Fuck, ik heb nu de skin niet eens ingesteld. Maat! Ik kikte op de verkeerde knop! Nu heb ik een skin gekocht. Oh mijn god. En dan draag ik hem niet eens. Nu heb ik echt een hele rare backbling voor deze skin. Kijk dit, het ziet er niet uit, gast, die rieten mand op mijn rug. Wat is dit? Kijk dit, Noah. Kijk dit. Nice. Oh my days, echt. Ik bedoel, is het niet lelijk? Ja, we kunnen hem nu nog leaven trouwens. Zullen we dat gewoon doen? Ik heb het gevoel dat die tovenaar mij geluk gaat geven. Ja man, liefde is. Liefde is shite. We hebben nu toch nog geen punten betaald voor de bus. Hij wil de tovenaar aan. Ja, ik wil de tovenaar hebben, gast. Ik Noem wil maar de wizard. Wel Roy de tovenaar. Ik wil gewoon die wizard chat skin. Skin aan. Waar is die? Waar is die? Waar is die? Hier zo, kijk eens even. The Wizard. Let's do this, man. En dan wel zonder backbling. Ik vind die backbling echt afschuwelijk. Die mag split. Oh, hoppakee. Let's do it. Just like that. Hoppakee. The Wizard. Met deze witte tovenaar gaan we het doen, jongens. Met deze witte tovenaar gaan we het gewoon doen. Kom op. Come on. We hebben een nieuwe skin. We hebben gewoon een nieuwe skin. Dit moet gewoon gebeuren. Come on now. Come. Op nou, op, man. Gang. Letterlijk 100 punten halen zometeen. 100 punten. Ik heb zo'n lekker mijlpaaltje gehaald. Als je alvast eventjes die 40 punten ervan afdenkt van de bus die we moeten betalen. Dan moeten we letterlijk gewoon 100 punten halen. En dat moet te doen zijn. Come on. Due to an issue, we've temporarily disabled the following item. Een grenade. Wat de hel? Oh, we moeten... dat is waar ook. Ja, ik ben nog helemaal geen grenades tegengekomen. Tuurlijk! Geen nades. Die hebben ze dus tijdelijk eruit gehaald. Ja, nee, dat is Lusu. Ja. Haal champion dan, bluff! Hé, hey, komt hij aan, hè, Marijn? Niet zeggen bluff, want dan gaan we het gewoon doen. We gaan hem nu gewoon pakken. We hebben de wizard outfit. Oh, die cape is trouwens wel heel irritant. Die zwiebert zo achter je aan, zeg maar. Nou ja, op zich, hij is wel cool. Zwieber, niet stelen. Hij is wel echt cool trouwens, deze wizard. Als ik nu in één keer echt lekker ga spelen, weet het wel gewoon dat door deze skin komt het wel. Zwans en 30k, let's go guys. Kom op man! Alright. Kom op man! Salty? Is dat wat het gaat doen? Als jij denkt dat dat gaat doen, dan gaan we daarheen. Ik weet het niet. Ik vraag hem jouw advies. Ik weet het niet, man. Ja, doen we dat gewoon. Ik weet het niet, man. Ja, Salty gaat het niet doen. Die wizard gaat het doen. Ja, die wizard, hè. Ouwe, als ik nu gewoon veel kills pak, weten we allemaal dat het gewoon door die wizard komt. Nog 100 punten voor de champion rank. Come on. Dan kunnen we eindelijk meedoen met z'n tweeën aan de FNCS. Dat vind ik gewoon echt leuk. Dan ga ik alleen maar in mijn agenda pompen. Elke FNCS gaan Noah en ik pakken, want we zitten toch in de quarantaine. We hebben geen shit te doen. We gaan letterlijk elke FNCS gaan we gewoon meedoen. Ik zweer het. Het wordt hartstikke leuk. Elke keer livestreamen, dus dan kunnen jullie altijd meekijken. Met de FNCS op mijn kanaal. Zou ik natuurlijk leuk vinden als jullie bij mij gaan kijken. Maar er zijn ook nog heel veel andere YouTubers en streamers die het altijd streamen. Waar je natuurlijk kan kijken. Dus dan moet je zelf maar even beslissen wat je wil. Je voor wil je ons content of wil je pro-players? Ja, precies. Dat is dan even de vraag. Als je content wil, je wil af en toe ook gewoon een beetje kunnen lachen om bouwt te zijn. En natuurlijkjes hier en daar. Dan moet je denk ik gewoon bij ons kijken. Ga je echt voor de zieke pro-plays, dan moet je bij iemand anders kijken. Ja. Dat ga je bij ons niet zien. Voor die echt lijpe zweetnekacties. Nou, Noah wil dat trouwens af en toe nog wel eens doen. Als hij echt in een goede bui is, dan kan Noah nog wel eens dingen doen. En ik denk, nou... Maar bij mij hoef je dat niet te verwachten in ieder geval. Ja, bij mij ook amper.
Gewoon af en toe keertje. Af en toe keertje, één keer op een avond. Ja, vandaag wel twee potjes goed geclutcht, toch trouwens? Ja, dat was wel lekker, ja. Die ging op zich wel oké. Ik heb een big shield, laat me even weten als je mini shields hebt. Ja, ik heb ook drie beurs gevonden, fucking lekker, echt heel chill. Maar ik heb me toch een wapen, hey! Niet normaal. Ik heb minis, man. Dus ik knal ik gelijk een big shield. Ik heb een zieke paarse poempert, jongen. Nee! Nee! Shut up! Poempert, maar een tactical paars. Maar niet alleen een blauwe poempert. Wat heb ik dan? Kom jij maar eens die blauwe poempert aan, meneer. Hey, maat, ik heb hier een big shield voor je liggen. Oeh, ja, die heb ik zelf ook trouwens. Vind ik net. Oh, lekker. Okay. Net gevind ik haar. We weten in ieder geval dat die daar ligt. Ik kom die shotgun sowieso verhalen. Dat kan gewoon game changing zijn, als ik die gewoon bij me heb. Da-da-da-da. Waar ligt die? Ah, hier zo. Kijk, sekkes. En waar ik nog kan breuken, is een E8. Vind ik nou niet. Ja, ik heb er wel een. Maar ik heb een groene burst, dus dat noem ik niet eens een AR. Dat noem ik pauperitis. Hé, hey, blauwe SMG. Dus ik heb hier een groene voor jou, eventueel. Dat is wel lekker. Ja, wel, lekker? Toch? Niet zo lekker. Ik heb weer minis gevonden. Ik moet maar één C4 bijhouden op de spelledag. Ja, lijp, hè? Heb ik er twee, gewoon... Oh, nee, meen je niet? Je kan er echt één maar bij je hebben, ook maar gewoon. Maar je kan hem niet eens stacken, gast. Nee. Je kan hem letterlijk maar eentje in je broekzak doen. Yo, ik dacht dat het zo was dat je in een normale online game, zeg maar, dat je er dus gewoon ook drie bij je kan hebben en ook drie in één keer vindt. Kan je er zes zelfs. Nee, gast, echt? Normale. Deze mag je maar eentje in je broekzak. Scare. Maar dat is misschien wel wat beter voor de endgames, anders krijg je alleen maar C4 op je appel. Ja, dat zou nog wel kunnen ook, hè. Hey, tuurlijk. In de chat. Ik heb een big shield. Natuurlijk. Zal ik ze meenemen? Ik vind het echt alleen maar big shields vandaag. Wow, was jij dat? Nee. Wow. Heb jij die big shield boven al gepakt of niet? Want anders pak ik die nu even. Die ga ik nou even naar me, hè. Laat mij maar doen. Ik heb een big shield al bij me. Ik heb geen healing. Oh, neem deze dan ook maar gelijk mee. Dat was wel zo. Maar waar lag die andere big shield? Die lag hierboven. Ja. Nee, die lag hierboven. Kijk, hier zo. Oh. Daar ligt hij. Ja. Goed, ik heb nog één free inventory spot. Dus mocht je nog iets tegenkomen. You know. Dat heeft wel nog kan zijn. Ik heb trouwens ook nog steeds een burst. Dat is ook wel fucked up. Ik kan de big shield niet vinden. Hij ligt er toch echt? Eén ding wat ik vrij zeker weet. Hij ligt aan de eerste verdieping volgens mij. Ben ik nou zo'n blindmaat? Hij ligt er 100%. Daar ergens inderdaad. Oh, hij lag gewoon helemaal boven. Ja, top. Nice. Ik neem twee medkits mee en ik heb al vier minis. Dat is lekker. Heb je nog een normale AR gevonden? Ja, in mijn tas. Ja, die heb je bij je. Ik heb die eentje bij me in mijn broekzak. Ik snap die helemaal. Pas nog net, ja. Ik snap je helemaal. Alright. Hé, hey, hier is een kistje. Oh, weer een big pot. Het zal het niet. Oh. Maat! Holy damn! Wow, ik kreeg toch een hartverzakje van jou? Wow. Ga mis, gast. Ja, niet de mooi. Ja, dat ging helemaal vormelijk. Per ongeluk. Ja, dat had ik dan weer wel bedacht, ja. Maar nog steeds heb ik alleen een burst. Ja, alleen een burst. Hier ligt trouwens nog weer een big shield. Het is echt bizar, gast. Ja, ik heb er nou al drie, man. Die gaat niet meer passen. Sick. En ik heb al twee medkits en vier minis. Voor minis. Oh, zes minis. Maar weer geen normale AR. Ongelooflijk. Ik heb vier big bots bij, ik heb die rare bot gedropt. Zo. Hey gast, dit gaat even een endgame worden, man. Ik voel het. We hebben hele goede loot. Behalve dan mijn AR. Dat is wel echt nog steeds fucked up. Maar voor de rest, hele goede loot. We zitten al bij de laatste 46.
Dit gaan we gewoon doen. Dit wordt het potje. Dit wordt het potje waarin we champion gaan worden. Ik voel het gewoon aan alles. Jongens, als jullie het ook voelen in de chat, laat het me nu dan gewoon weten. Spreek ons even wat motivatie in. Dit wordt hem. Met dit wapen ga ik het niet halen. Ik heb een grijze AR. Ja, nou ja, beter dan een groene burst. En dan moet er natuurlijk in Benji Fish omhoog landen. Waar zijn al die kisten hier, ouwe? Oh, dit is weer een ijskou-apparaat zeker. Ja. Nou, daar word ik blij van, man. Van die, was ik trouwens die schoot. Ah, die staan alleen maar van die ijskou-apparaten ofzo. Er kunnen wel dingen in zitten. Maar open. Soms zit er een slurpfish in. Hier nog 3 minis bij mij. Floppers en slurpfish zitten daar meestal in. Uh-huh. Er ligt een blauwe burst, maat. Ga je een upgrade doen. Gano. Ik heb geen idee waar hier de kisten liggen, dus ik zoek maar wat. Boven? Ja, nog, 2 kisten nog hier. Een blauwe burst, maat. Nog een upgrade. Oké, ik heb in ieder geval nu een groene AR. Hier ligt nog een big shield. Iedereen zegt, ja, go Roy, go Noah, dit gaan we gewoon fixen. Iedereen tuurlijk, zegt jongens. In de chat. Gaan we fixen, boys. Het enige wat ik nu nodig heb, is die 3 minis. Bij de rest, nice. Right. Oh, hier zijn mensen. Letterlijk op nou, ping. Ik ga er maar niet op af. Hij gaat nu de garage in. 22, nog een keer 22. Waar liggen die minis? Weet ik niet, ik word ook gehit van de andere kant. Achter mij, achter mij. Je moet even naar me toe komen. Moet hier weg, maat. Kun je niet de andere kant op? Ben op me. Oh, ook nog die andere kant. Oh. Daar is zeker 30. Blauw. Net hier bij de boom. Is er net die cirkel hier? Onder ons, ze lopen bij jou. Hier, hier. Kom met je mee. Check onze rug. Dan zit nog ergens in onze rug houden. Ik wil hier ook echt niet binnen zitten, to be honest. Nee, echt hè? Ik heb nog meer minis hier gevonden. Ga jij pakken. Lance hebben ze ondergeplaatst. Nou, gaan we die ook gebruiken, toch? Och! 1 keer 31 hit. Ja, maar naar rechts, niet volgen. Ofwel, oh ja, ze zit hier voor onze neus. 1 cracked. Nice. Neem een big. 1. Wow, 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 ik ben gelaserd. Is het safe? Ik ben gelaserd, gast. Wordt er mij geschoten? Oké, gaan ze naar jou toe pushen of wat? Weet ik nog niet. Ik ben nou een big aan het innemen. Cool. Ik heb een medkit of zo nodig. Eén onder mij. Ligt hier ook eentje? Floppers. Ja, heb ik een mid. Ja. Ligt hier naast ofzo? Watch out. Neem ik in, onder dan ons. Moeten we gaan. Ja, wow, we moeten ver, we moeten heel ver. Begin alvast te rennen. Ja, go. Going. Dan hou ik die medkit nog even op zak. We worden gesniped ook nog. Pas op dat ze niet in ons nu vol onze rug peperen, gast. Ik had 2 minis gedropt voor die medkit. Oké. Ik heb er nog 6 bij me, dus het is fijn. Misschien kunnen ze hier boven op de berg opwachten. Ja, het sowieso wel sens maakt om via boven te lopen. Oh, deze appeltjes moet ik even hebben. Kijk of ik ze zie. Hij loopt daar links. Zie hem. Zeker 20.
Shield. Boven ons ook. Watch out. Neem een mini. Vanaf deze kant ergens rechts boven mij. Weet je precies waar. Ja, helemaal bovenop. Ja, ik zie hem. Ja. Hij probeert me te snipen. Niet gelukt. Twee man. Zie je het? Loop onder berg heen. Oeh, we moeten die brug over. Denk ik. Ja. Er zitten er ook nog twee links. Maar het is circa zo pauper vergast. Heel fucked up. Wow! Wat een play zeg! Wat een play! Wauw! Wauw gast, wat een play. Natuurlijk ben ik weer dood hè. Ik ben er zo klaar mee gast, ik zweer het. Oh, ik ben er zo klaar mee. Zit hij nou gewoon naar beneden, man? Ja. Hij schoot gewoon letterlijk mijn grond onder me weg. Ja, wat wil ik doen? Ik kon letterlijk niet bouwen. Want je kan daar niet water vallen, omdat je gewoon... rug zit. Ja, leuk, man. Ja, ik kan alleen maar zeggen, wat een play. Serieus, wat een play. Ai. Echt, als ik mezelf nu kon opvreten, gewoon verdwijnen had ik het nu gedaan. Ik zweer het. Ik ben zo triggerd nu. Je hebt geen idee. Oh, je hebt geen idee hoe triggerd ik nu ben. Hele potje weer geen kut uitgevoerd en dat zo lelijk dood gaan houden. Oh. Wat verschrikkelijk. Wat verschrikkelijk. Oi. Wauw. Oh, man. Als er een baalfactor bestond, dan was die nu gewoon aanwezig op de volledige 100%. Gewoon 10 out of 10. Goed gespeeld trouwens. Ja, echt. Oh, ik weer doodgeven. Het is ongelooflijk. Ach ja. Zo. De meeste deads in Fortnite hebben, nee. Maar dit is zo lelijk, joh. Dit is lelijk. Nou, ik ga zomaar eens terugkijken hoe ik dood ga, dan is dit er niks bij. Ik zweer het, dit is er echt niks bij. Met hoe ik net dood ga. Naar beneden. Dit is echt gewoon peanuts met wat ik zojuist heb meegemaakt, werkelijk waar. Ja man, je wordt naar beneden geschoten, ik zag het. Hey man, ik klik per ongeluk op tab. Kom anders overal doorheen. Nou stop mijn big shit nou. Nee, ik kan ook gewoon niks doen. Wow. Yo, we hebben zijn launch geplaatst. What the hell? Ja, het is goed. Oh mijn god. Ja, Sir komt heel slow, maar ik red je gewoon. Deze medkit in ieder geval. Wow, gast. Ik zit daar weer in hetzelfde paupergeval, maar het ging hier. Hij heeft wel gewoon echt goede loot. Alleen healing is nu echt fucked up. En mats ook. Terwijl kan ik vast nog niks mee. Ja, dat is waar. Heel kut. Oh, nog 32 alive ook echt. En nog best wel veel hoor. Oh man. Er ligt dan nog een medkit, maar daar heb ik geen tijd voor. Een nieuwe limo. Alright.
Hij nam een big shield in, was het volgens mij. Nee, no rent. Ja. Moet geen matchje breken. Nou, eigenlijk moet je inderdaad gewoon zoveel mogelijk sparen en zoveel mogelijk gebruik maken van de structures die hier al staan. Voor zover dat te doen is. Dat kan nog wel anders zijn, die bandages. Even snel wat erbij haken. Wat chill man, dat je echt in een stadje zit. Imagine dat je nu op een open vlakte zat als solo gast. Dat huis in. Zo, ja, dan moet je echt even fixen, ja. Pas op links. Dat is echt zo'n ding ook, man. Nee, hoeft niet schatting. Besef, je hebt de top 12 nog niet. Mocht je die krijgen, ben je 20 punten verwijderd. Ja, maar er zitten nog heel veel mensen in. Mm-hmm. Absoluut waar. Oeh, medkitje. Gratis en voor niets. Lekker. Bitch. Je hebt toch best wel nog goede loot bij elkaar weten te sprokkelen, Noah. Ja, zo even snel jellen was toch wel oké. Zo. Kijk hem lekker op de deur zitten dan. Ja, ik moet alles doen wat ik kan doen. Oh, wat ziek. Hij zit gewoon op de deur gewoon. Letterlijk 5000 kijkers, jongens. Jullie zijn echt insane bezig deze avond. Het is niet normaal. Niet normaal. Zelfs om bijna 11:30 s'avonds rechts van je gast. Oh mijn god. Oh. Achter je nu. Kom op, Noah. Je hebt genoeg mats. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Dat is chill. Links van je. Kut, heb je net die jump glitch, of ja, jump timing, dat je te vaak gesprongen hebt. Oeh, je moet terug zometeen. Holden. Wat zit je hier vies? Oh, wat zit je hier vies? Oh! Tegen een jantje, maat. Let's go, nou, kom op. Op 12 heb je sowieso nu echt bijna. Wat een stack lobby dit, joh. Boven tunnelen dan. Ik
Nee, oh, maar maat, je hebt de top 12. Ik ben trots op je gast, nog 20 punten. Dit heb kijk je echt goed die gedaan. Mijn buildings plaatst, maat. Ja, ik zag het, ik zag het. Je werd echt genaaid. Sowieso dat die ene guy niet doodging, was ook al triggering. Maar niks komt in de buurt van hoe ik doodging. Zo moet je er maar over nadenken. Zo moet je erin staan. Want deze tovenaar die werd gewoon even naar beneden getiefd toen hij over de brug liep. Ja, we hebben die 60 punten. Ja, dus dat is lekker. Dus letterlijk, zometeen komen we in een potje. En we moeten in totaal 60 punten halen. Want we gaan 40 punten verliezen door de busfair. Dus dan komen we uit op 5940. Dus het komt erop neer, jongens, dat als Noah en ik volgend potje gewoon niet doodgaan en de top 12 halen, dan pakken we champion. Dus Noah, het maakt me niet uit hoe pushy het is wat ik nu ga zeggen. Wij gaan landen op een plek waarvan we zeker zijn dat er niemand anders gaat landen, omdat we gewoon heel ver weg van de bus gaan. En wij gaan gewoon puur op placement spelen. Oh ja, ik vind het allemaal goed, joh. Are you in? Nee, maakt echt niet uit, maat. Let's go. We doen het. Let's go. We doen het. Ik wil inderdaad even een GG in de chat voor Noah, want dit heeft hij supergoed gedaan. Dit heeft hij echt supergoed gedaan. Noah, zullen wij dan in dat geval voor Pleasant gaan? Want hij is best wel ver van de bus. Echt een late drop. Ver van de bus. Valt wel mee, toch? Ja, maar ik bedoel meer van het is echt een late drop. De meeste mensen zullen denken dat we spawn zijn tegen die tijd. Goed idee? Nee, dat is goed. Alright, let's go, bro. Nou, dit is gewoon het potje, hè, besef. Zou ik vertellen dat wij 2 gratis punten krijgen, jongen? Zo. Anko zit erin. Nee, oh, dat vind ik eigenlijk niet leuk, man. Ik wil eigenlijk gewoon echt alles zelf doen. Nee, legit. Ja, dan mag jij ze zelf killen. Ja, oké, okay, ja. Maar ik bedoel meer van, ik wil echt volledig zelf champion worden. Dus ook niet met 2 gratis kills vanuit Anko of zo. Dus als Anko dit nog hoort, turn around of spring van de map of ga ergens anders landen. Ik wil echt alles zelf doen, dus geen free points. Ik vind het aardig, maar we don't want it, man. We don't want it. We willen het echt gewoon op eigen kracht halen. Oké, okay, Pleasant Park, come on. Come on, come on, come on. Ik ga op dat, ja, je weet waar ik ga landen. Altijd. Het huisje, hè. Met 3 kistjes in totaal in het huisje. Lekker man. Heel veel GG's in de chat voor Noah. En terecht. Echt goed gespeeld, let's go. Net vast. Echt goed gespeeld. Heerlijk. Gewoon het feit dat je die top 12 er nog uit hebt gesleept. In je eentje, dat is lekker. Dat is gewoon lekker. Ja, gast, ik was wel echt nodig. Alright. We gaan dit makkelijk halen. Volgens mij heeft Anko geluisterd. Dat is niet achter elkaar gevlogen. Oh. Nou, hij ging het in ieder geval proberen om in onze lobby te komen. Oh. Maar dat is zo'n burst toch verschrikkelijk slecht, hè? Wow. Right. Niet normaal. In deze gunfight kom ik er echt achter hoe slecht dat ding eigenlijk wel niet is. Dat is echt niet normaal. Oh. Maat, dit wordt het potje, gast. Ik vind een paarse pumper uit mijn chest. Hoppa. Eindelijk! Eerste pumpert, hè, letterlijk. Deze hele fucking livestream. Dat ik een pumpert pak. Dit is goed materiaal. En we hebben hier nog een big shield. Die gaat daar. En dan pak ik de burst toch maar weer eventjes op. En die gaat hier. Trouwens, het is wel nodig gereload moet worden. Ook wel lekker. Maar er is niemand in Pleasant geland, of wat? Nee, volgens mij niet. Mij legit niet, ouwe. Good shit. Ja. Good shit, good shit. Dus we gaan dit potje volledig voor placement. Want het komt er letterlijk op neer. Dat als wij die 60 placement points pakken. Nou, dan hebben we het. Dan zijn we al champion. Dan kan niemand ons dat meer afnemen. Dat klopt, maar. Dat is toch zo? Ja. Nou, zijn de champion. Dus waarom zouden we dan riskeren om cool shit uit te halen en veel kills te spelen en zo? Als er letterlijk op neerkomt dat we gewoon in totaal 60 punten placement binnen moeten slepen. Oké. Okay.
Even de special chest openen. We moeten trouwens wel ver voor de cirkel, volgens mij. Nou, valt wel mee. Check best dichtbij. Hier heb ik nog minis. Waarom kan ik die minis niet pakken? Oh, nou. Pak die AK's uit daar van een blauwe AR van maak. Oeh, big shieldje bij mij. Lekker. Heb jij al shield? Oh, je bent al vol. Lekker. Ja. Nou, ik heb anders wel had ik hem aan jou gegeven. Oh ja. Steeds die XP shit op. Eens wat het is, wat het doet. Ik heb hier nog een big shield, man. Maar ik heb 3 medkits en een mini. Ja, nee, ik zit ook helemaal full, man. Qua goede shit. Ik heb echt letterlijk niks nodig. Ik zou het niet kunnen noemen. Nou, ik kan even nog een blauwe SMG, maar ja. Goeie, weet je. Ik heb een paarse pumpert. Een groene SMG dus. Een paarse heavy en een blauwe AR. Oeh, nog een big pot. Nou moet ik ze wel meenemen. Ja, dan moet je wel. Ik heb een groene pump, blauwe SMG, paarse AUG. 3 medkits en 2 big pots. Zo, maat, dat is echt insane, trouwens. Ik heb er echt het volste vertrouwen in dat dit het potje gaat zijn waarin wij champion worden. Ik zweer het, dit gaat hem gewoon worden. Let's go. Oh, hier liggen nog 3 minis. Mag ik zelf niet meenemen, want ik heb er al 6. Ja, ik heb 2 big pots, man. Ja, dat zou ik ook wel prefereren. Oh, een blauwe SMG. Dat is letterlijk het enige wat ik eigenlijk nog beter kan doen. Ja, en de SCAR natuurlijk. Hier nog een extra big pot voor je, dan heb je 3. Ja, goeie. Hier nog een blauwe tag, nog een big pot. En dus ook een blauwe tag hier. Dit is volgens mij helemaal jouw huis wat hier allemaal ligt. Dat is niet normaal. Ja, legit, die toch? Tag, die neem ik wel mee. Dat dacht ik wel. Dat vind ik niet erg, dat vind ik niet erg. Nog een groene SMG. Ja, ik heb dat wel. Een beetje de resource voor te krijgen. Oké. Right, ga mee aan de slag. Dat een beetje te fixen. Oké, cool. 60 alive. Cirkel om de hoek. Dit moet goed komen. We got this. Kom op. Jullie zijn getuigen, jongens. Dit gaat hem worden. Dit gaat het potje worden waarin we champion worden. Ik zweer het. Finally, this is going to be the one. I hope so. This I hope is so. Going to be the one. Bada bada. Oh, fuck him. Ik kan hem laten naar een cirkel gaan. Yes. Alright. Let's go. Kom op. La Queen met de 1 euro. Bro, hoe gaat het? Met mij gaat het goed. Hoe is het met jou, La Queen? Let me know. Ik ben heel erg benieuwd. Ik kan het natuurlijk gewoon even laten weten in de chat. Wat je wil. Hier even goed de oogjes open houden. Niet in één keer gegankt worden ofzo. Jij, er is nog een map. Nee man. Ik heb al een blauwe AR. Ik heb letterlijk echt endgame loot. Legit. Ik heb wat de vorige pot niet had, heb ik nou wel. Ja, dat is beter. Hier ligt nog best wel wat steen. Ik heb alleen wat metaal nodig. Ja? Blauwe tech. Een paarse burst. 3 medkits, 6 minis, 3 big pots. Zo, gast, wat heerlijk. Ja, dat is top. Heerlijk. Oh, eentje loopt er rechts van mij, een heel duo. Raakt, ik loop gewoon door hoor. Ik probeer er gewoon één snipe. Iets op jou? Jij hebt... Nee, maar ik heb eentje 42 hit. Achter ons ook een boot ergens houden. Laten we gewoon gaan rennen. Ja, ja, ik loop gewoon door. Ik pak deze heel. Ze komen wel een beetje deze kant op al. Oké. Nogmaals, ik ga gewoon deze heel pakken. Hij is hier, bij mijn ping. Zie je hem?
Okay. Safe. De andere gast inderdaad gelopen. Ik kan hem laten doorgaan. En wil je doorlopen? Ja. Oké, loop ik mee. Moet je sniper bullets? Oh, ik wil je sniper bullets aanbieden, heb ik niet. Oh! Wow. Ik heb alle bullets. Links naast ons, links naast ons. Elke git. Alsof we niet in een sandwich komen, want er zitten ook nog mensen achter ons, remember? Ah, ik weet het. Dit is zo'n sandwich momentje. Volgens mij willen ze ons ook gewoon echt hebben. Ja, man. Deze fight is onvermijdelijk, helaas. Ik heb er één. Nice, kom maar toe. Ik ben dood, ik ben dood. Door mijn muur heen, maat. Het is wel pauper onzin. Lekker, gast. Ik had geen SMG meer, wissel ik naar mijn medkit. Opgebouwd nou, opgebouwd. Lekker dit. Ik wissel naar mijn medkit, maat. Maat, geen stress, we hebben het. Lekker. Oké, dit is top. Oh, ze die andere pushen. Zijn wel nog ver weg, Ja, neem je tijd. Zijn nog ver weg. Maar weet dus wel, ze komen eraan. Kan ons niet alle tijd van de wereld gunnen, denk ik. Dat hebben ze nou al gedaan, maat. Ja, ze hebben je nou inderdaad al te veel tijd gegeven. Heb je al die floppers gepakt? Ja. Let's go. Oké, we lopen gewoon door, ja? Ja. Oh, krijg ik daar nou echt falling damage van? Oh man. Thanks voor de GG's in de chat, jongens. Dat hadden we even nodig, deze fight. Hier, voor ons. Oké, let's go, kom op. Oh, maat. Je moet gewoon even een cirkeltje pakken, maat. Ik ben het met je eens. 44. Als we nou dingen krijgen, dan zijn we champ. Ja, gelijk. Placement. Ik wil een beetje naar links, maat. Okay. Dat is pronkelijk sniper. Ja, kom met je mee. Ik probeer wel een piek te pakken, maar ik ga niet fighten ofzo hoor. Vast. Bovenop. Ik ga nu de zijkant jumpen. Oh, ja. Loop weer door. Loop weer bij elkaar, gewoon in de buurt, is chill. Daarom. Een lijpe fight. Helemaal bij die bushes, joh. Ja. Ik loop gewoon met je door. Oh fuck, ik heb mijn SMG net gedropt, man. Daar. Fucked up. Oh. Ja, onder ons zijn ze. Ja. Moet hier die zipline pakken, man. Ik heb blijkbaar mijn SMG ergens gedropt. Dat is necking, man, voor mij. Ja, dat is heel kut. Kom, we moeten die zipline hebben. Ja, ik ga met je mee. Cracked. Oh, lekker. 64 headshot wide. Hij is one shot, gast. Pas op. Worden van de zipline afgesniped. Oh shit, hij heeft launchpad gepakt. Een mini in. Die man had ik zo one-shot, maar hij heeft launchpad gepakt, man. Daar zit hij, man. Ik predicte hem. Kan hem pakken. Hij heeft lag. Heb hem. Goeie call, gast. Hele goede call. Ben jij voor de finish? Lopen ja, ik loop naartoe. Hey, kom maar ook aan. Misschien heeft hij er wel een SMG namelijk en dat moet ik echt hebben. Zonder SMG ben ik in de war, gast. Hij heeft geen SMG. AR is ook goed. Heeft hij een AR? Ja, Oké, top. Dan gebruik ik gewoon een AR als SMG. Of doe ik een RPG, gast. Oh, maat. Dat is wel heel lijp. Laat toch gaan, maat. Wel? Oh, ik ben niet geboxt. Ja, waarschijnlijk. We hebben nu een nieuwe cirkel, dus we moeten wel weer. Hey, wat is het plan? Want ik zit nu te kutten. Ik loop niet mee. Ja. Misschien alvast een beetje in het midden.
1 keer 25 op blauw, laat maar gaan. Oké. Heb ik 30 punten, maat? Alright. Alleen nog een big shield? Dat kan ik wel gebruiken voor 10 shields. Mag ik het even doen? Dat we hier even een pitstop doen? Ja, ik ben al bij de thuis. Jij hebt nu een big shield in? Pitstop. Oh, hier ligt een SMG. Lekker, lekker, lekker. Oké. Het is dan weliswaar geen blauwe die ik ooit had, maar dat maakt ook niet. Ik kom naar je huis, thuis, ja? Wel ombouwen. Ja, laten we dat doen. Laten we dat doen. Goed plan. Vlieg hier ook. Gaat echt een potje worden, jongens. Nu weet ik het toch wel echt heel zeker. We zijn zo dicht bij die top 12 nu. En hoe lekker zou het zijn als we dit potje dan ook gewoon echt winnen? Dan is het al helemaal de pure voldoening gewoon die ik eruit zou halen. Vanaf links, snipes. Daar right, of niet? Ik zie hem. Oeh. Zit hier. Probeert daar iemand te reviven, man. Ik hou nog even de vloer weg voor de mats. ...5342 kijkers, jongens. Het is gewoon 10 over half 12 s'avonds. Niet te zijn, wat maat. Wat zijn we aan het doen, joh? Ah, dit is echt gewoon mijn beste stream sinds tijden, letterlijk. Mijn beste stream sinds tijden. Ik heb al heel lang niet meer dit niveau aantal kijkers gehaald. Echt niet normaal. Trots op jullie, jongens, echt waar. Eén keertje dat pieken, doe dat nog één keertje gewoon voor de Fatu. Fatu, één keertje pieken. Piek, 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 piek. Kan je me hierbij helpen? Heb jij een sniper nou of iets anders? Nee. RPG of zo? Ik heb een, ja man, champion. Let's go! We hebben hem vast! Ja hoor, we zijn nu gewoon champion. Mag ik even een feestje in de chat, een hype in de chat. Wat in de chat? Tuurlijk feest emojis, in de chat, jongens. Tuurlijk in de chat. Alles gewoon jongens, strooi het erop los. We hebben hem, de champion. Oh mijn god, wat nice dit. En nu dit potje gewoon winnen, Noah. Nu dit potje gewoon winnen. Gewoon laten zien dat we er ook gewoon horen op dat champion niveau. Ik heb ook fucking goede loot, gast. Dit moet lukken. Ik heb ook echt moker veel resources. Het enige wat ik nog kan gebruiken is een paarse pumper of een paarse tech. De rest Dit was niet handig. Eén. Dikke tuurlijk, maat! Zo. Die heb ik niet te zeggen. Ja, we hebben alle GG's in de chat. Lekker, gast. We hebben nog gewoon, helemaal tuurlijk in de chat, maat. Ja, bij mij ook. Tuurlijk. GG's, vuur emojis. Ik zie alles voorbij komen, gast. Ja, nu gewoon volledig focus op de win. Kom op. Shoot, dan moeten we Lucio. Oké, ja. Ik kom met je mee. Volg je? Laten we dicht bij elkaar blijven, gast. Laten we door dit bosje heen. We zijn daar heen en weer aan het snijpen. Alleen even voor ons. Hier in de cirkel te zetten, meteen weer inbouwen. Ja, oké. Bouw maar, bouw maar. Is het er nu niet? Woehoe, jojo, ik had je door. Ik word beschoten. Oké, ja. Oh mijn god. Er zit er eentje bijna tegen me aan, hè? Ik zie het, ik probeer hem te spot te houden. Ah, ik zie hem. Ja. Hij zit in deze box. Zit hij goed, Hij is aan het healen, Nee, ik had hem op zich best veel geheerd namelijk. Wow, what the fuck? Ik word geboomboot. Heb jij nog een big shield?
Ja. Oké, daar kom ik naartoe. Ah. Nee! Als dit me dood was geworden door mijn eigen verkeerde edit? Wow, ik had het gek geworden, hè? Ja, floppen. Yo, lekker, lekker. Hold even alles, als je wil. Hold alles. Ja, ik ga die flopper nu innemen. Ik moet er weer de andere kant op maken. Oké, ik ben fine, ik ben weer fine. Wow, als dit me dood had geworden, gast. Ik zweer het, ik had helemaal gek geworden. Dat stop ik echt voor je. Even kijken. De rug even dichtgebouwd. Zit er naast ons, deze kant. Hij is hard git. Jar was leeg. Lekker dat ik dat check. Achter ons dicht. Oh, kut. Wat ben ik aan het doen, maat? Denk je 34? Zit cirkel. Moet je mee? Hier nog twee. Nee, die Boombo is zo saai. Boombo is fucked up, gast. Oh, hij is 150. Zo, wat een lekkere kill is dit, zeg. Ik heb een kill. Tuurlijk. 9 ons aan, watch out. Oké, we moeten zo meteen terug, of niet? Ja, we moeten naar rechts. Heb jij mijn rug? Ik ben al. Kom met je mee. Maar mensen zitten op height. Uh-huh. 130! Nee! Wat gebeurt er? Kut, ik heb die gasten die ik net heb gekillt niet kunnen looten. Vallen. Ik zit in problemen. Fuck, meneer. Fuck! Ah! Ik kreeg in één keer black screen, nou. Als dat me had gekild, jongen, wow, dat is mad geworden, niet normaal. Maar het was dit. Oh, jammer ouwe. Tweede gast in het potje waarin we champion worden. Ik vind het niet verkeerd. Ik kreeg één keer zelfs nog een black screen. Dat is als het goed is ook in de stream te zien.
Maar maakt allemaal niet uit. We hebben de champion gehaald. 6130 punten. Tweede. Woe! En tweede. In een potje waarin we champion worden. Dat is gewoon echt lekker. Ik had je op het einde twee keer zo hard. Daar heb ik gesaved. Oh, dat is gewoon echt, echt heel lekker. Gast, ik had er eentje 130 gepumpt. Maar die kreeg ik daarna niet dood, want die bleef bouwen. Fucked up. Maar 5.7k kijkers. En dan tweede worden in een potje waarin we champion worden. Nou, ik vind het lekker, jongens. Ik vind het heerlijk. Oh, zo zeg. Jeetje. Heerlijk potje, gast. We echt hebben een heerlijk potje. Champion League, ja hoor. Best veel punten gepakt. Champion League Division 8. We hebben hem gewoon. Lekker. En 5788 kijkers, hè. Goh. Om 10 voor 12 s'avonds. Het is toch niet normaal. Oh, ik ga mijn titel nu ook gewoon gelijk wijzigen. Kan dat überhaupt? Ja, natuurlijk kan dat alleen. Normaal kon dat gewoon in de livestream zelf. Maar nu moet je helemaal naar een ander schermpje toe om het te wijzigen. Dat is fucked up. Nou, dat maakt me niet uit. Dan gaan we gewoon. Kan dat hier? Zo moeilijk. Oké, het is blijkbaar heel moeilijk om even snel gewoon ergens in een schermpje te gaan waar je dat kan wijzigen. Ik ben trouwens alweer ready, Noah. Je kan hem ready als je wil. Yes, yes. Yes, yes! Wat zou ik nu als titel doen? Titel klopt namelijk nu niet meer. We hebben live grinding voor champion. Nu is het gewoon. We hebben champion. Nu is het gewoon tuurlijk. Champion is behaald. Oké, live champion grind. Hoppakee. Laten we dat er dan maar gewoon van maken. Champion is behaald. Live champion grind, right? Dikke tuurlijk! Echt een koude dikke tuurlijk, inderdaad. Echt een koude dikke tuurlijk. Alles staat weer goed, zoals ik het had. Oké. Jeetje! Nou, dat is gewoon in één keer gelukt! Zo! Allemaal GG's in de chat, dank jullie wel. We hebben dus de champion nu behaald. Laat ik me dan ook maar gewoon gelijk verdiepen erin. Wanneer is FNCS? Is daar een vaste dag voor in de week? Een tijdstip? Ik heb echt geen idee, man. Ik heb ook geen idee. Mensen in de chat, weten jullie het? Wanneer is de FNCS voor duo's? Er staat iets van mij dat elke vrijdag is, om 7 uur 's avonds. Of van 5 tot 7. Maar ik weet het niet zeker. Dus waarschijnlijk weten jullie in de chat het wel. Wanneer zijn of is de FNCS? Let us know. En we hebben inderdaad donaties. Zo, dat zijn er ook echt veel. Even kijken hoor. Mr. Piene, 3 euro wil je een SO gooien naar Menno, Lars en Luc. Bij deze shout-out naar jullie boys. Menno, Lars en Luc, dank jullie wel voor de donatie. 2 euro van Teun, veel succes nog. Oh, en wat vind je van Jordi Storm? Ik heb geen idee wie het is. Zal ongetwijfeld een hele aardige guy zijn. Maar dankjewel voor de 2 euro, Teun. Jeep Stoopman, 3 euro. Of Jeep Stoopman. Yo Roy, mijn vriend Magnus is echt jouw allergrootste fan. Wil je hem een shout-out geven voor zijn verjaardag? Bij deze een dikke shout-out naar Magnus. 5,50 euro van Dutch Gamers. Hey Roy, ik vind je een topper. En jouw streams maken me blij. Tuurlijk! Dankjewel voor je. Voor je 5,50 euro. 10 euro van Lars. Gefeliciteerd met de champion. Lars, dankjewel bro voor de 10 euro. Tepelstreeltje met de 1 euro. Dankjewel. En Martijn Heldsel met de 10 euro. Hoppa, champion divisie behaald. Wanneer is jullie eerste toernooi? Hashtag tuurlijk! Hoppa. Oh, niet gek. Martijn, ons eerste toernooi is wanneer de FNCS is. Iedereen zegt dat het zaterdag is. Vrijdag om 7 uur, zeggen mensen. Ik denk dat we zo meteen gewoon maar zelf even moeten kijken, Noah. Ja, maar ik weet het ook niet uit mijn hoofd. Nee, ik weet het ook niet, man. Even kijken, hè. Er moet gewoon zo'n beach cake wat is, weet je wat? Eén zieke tuurlijk. Maar wat was er over een of andere Jordi? Iemand vroeg aan mij wat ik van hem vind. Maar ja, ik weet niet wie het is, dus dan kan ik moeilijke mening over hem hebben. Oh. Zo, ze hebben ik niet echt degene met meningen en zo over anderen. Ik bedoel, iedereen moet lekker doen wat hij wil. Mij zou je nooit zo snel horen over andere YouTubers of zo. Tenminste, ik neem aan dat het een YouTuber is, als iemand dat aan mij vraagt. Ja. Right. Die daar. Maar het zal ongetwijfeld een aardig minnetje zijn. Ja, dat is het zeker. Jawel.
Kijk eens. Ja, dat is wat heb ik toch goede mensenkennis, hè? Ja, dat is een goede jongen. Wat dan? Idee via mijn chat. Hij zegt: zeg, kennen zeggen zo, zo of deze of daar, maar dan heb het en zit ermee. Wat een zin, maar Davy. Kijk, de Brabant. Die was wel heel lijp. Die is... Oh! Hey, yo! Een paar Oh, is nog beter. Is nog beter, maat. Morte! Morte! Wat nou special chest? Dan krijg ik nooit geen in flikgreut, het wel. Ik krijg alleen uit gewoon normale chest, krijg ik zo nu en dan wel eens iets leuks. Was er ook nog een normale chest, maat? Ja, zo'n normale chest. Hey. Ik zet mij volgens mij dadelijk op jouw IP-adres, maat. Ben ik ook maar eens verpakt. Ja, wat denkt die Geno? Dat ik dat een special chest krijg? Dat niet meer. Ja, maat. Goddamn je. Altijd goede packs meer. Ik heb niks meer. Nou ja, altijd goede packs. Ik heb er echt veel te veel geld tegenaan gesmeten. Hè, tegen dat foute FIFA. Ja, ik dat ook. Dat is echt niet normaal, hoor. Maar het wel drie Team of the Year gespekt in totaal. Nee, dat is wel echt nul. Ziek eigenlijk. Ik heb gewoon 2 keer Matthijs de Ligt gepakt, Team of the Year. En 1 keer Allison, Team of the Year. Wat de pauw, nee, fuck, ik heb maat. Niks. Als ik dat zo zeg, dan besef ik me eigenlijk wel van, oké, dat is best wel bizar. Het zijn niet de beste Team of the Years, maar hey, het zijn wel Team of the Years. Snap je? Ik heb nu nooit een Team of the Year op mijn eigen beeldscherm gezien, gaf. Op geen FIFA. Altijd minis. Maar pompen en nooit iets gehad. Maat, in totaal liggen hier volgens mij 4 minis. I got minis, man. Oh. Heb je al zes? Ja, 4. Maar hoe lekker. Vind ik die toch nog wel. Ja, dat is waar. Jij jongen van 2 vot. Dat wel. Oh, jongens, wat ben ik blij met champions, zeg. Oh, ho, oh, oh. Echt, niet normaal. Omdat je eigenlijk de eerste zweter op je hoofd krijgt. Ja, boeit me niks. Gast, mijn avond kan niet meer stuk. We zijn deze avond eindelijk champion geworden. Oh, 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 wat nice. Wat nice. We hebben vorig potje ook echt een lekker potje neergezet, gewoon, gast. Ja, die was zo lekker, maat. Zeker. Die was echt helemaal goed geworden. Man. Die was echt, echt heel nice. We become joy. Ik heb trouwens 1 big pot, dus als je er nog eentje vindt, mag van mij. Ja, oké, okay, cool. Ik heb een plek. Lekker, lekker. Yeah, boy! Kijk dit filmpje? Yunus, met 1 euro abonneer komen de vlogs weer terug. Je video staat trouwens superleuk. Hashtag Royalistic Army, dankjewel! Yunus, voor je 1 euro donatie. Vlogs komen terug zodra... Ja, het kan zijn dat ik 1 keer in een soort van thuisquarantaine vlogachtig iets maak. Maar ik verwacht persoonlijk eigenlijk dat de vlogs pas terugkomen na het coronavirus. Maar ik durf er niks over te zeggen. Wat, bij jou? Ja. Van de vark? Oh, je bent de Lusu. Ja, ik ben bij je, hoor. Ik ben bij je. Ik ben echt gewoon best wel heel erg in de buurt. Ja, ze zitten allebei al op mij. Ik ben bij je, gast. No worries, no worries. Hij zit boven je, of niet? Ja. Ja, oké. Okay. Ik zie hem bouwen. Hij is hard gehit, maar hij heeft mij ook hard gehit. Holy damn. Hoe kan dat maar? Hoe kan hij nou ook niet doodvallen? We kunnen launchen. Op mij. Kom naar boven. Ah! Als jij een medkit hebt of iets anders, let me know. Ik heb alleen minis. Laten we meteen doorrennen, want ze launchen toch wel op. Ja, gast, ze komen nu letterlijk op mij. Nee, hoe dan? Vanaf de grond, gast. Auwe. Pauperzooi toch weer. Zo'n lekker shotgun mag ik er niet eens gebruik van maken. Kut, sorry. Stomme goal. Nou, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar ik vind het wel weer geinig eigenlijk. 48 HP. 46, 44.
Ah, dit zou toch weer wat zijn, hè? Heb ik achter mij gebouwd? Ik kan niet zien. Nee, je hebt niet achter je gebouwd. Hij zit nu onder je. Hij hakt mijn muur open om het te finishen. 2 HP, wat een faal. Wat een leierd, hè? Maar gelukkig is de reboot om de hoek. Dat scheelt dan weer. Als jij even onderin alles zo meteen kan weghakken en met daarna kan rebooten, valt alle loot naar beneden, kan ik straks heel easy looten. Oh, die shotgun, hè? Die is zo, zo mooi. Ja. Oh. Ja. Ja, waarom pak ik alleen de sniper en de assault? Nou, dat vind ik misschien als ik nog enemies tegenkom. Ja, precies. Oké. I will give you that one. Ik wilde net zeggen, heb ik eindelijk zo'n shotgun, heb ik hem niet eens kunnen gebruiken. Maar Noah, wat goed gedaan, gast. Je hebt ze gewoon weer even aangepakt. Daar kan niks anders over gezegd worden dan dat. Allebei dat is, elleboog. Ja, dat is gewoon knap. Daar kan ik niks anders over zeggen dan dat. Gewoon knap. Dat je onder die pressure alsnog even ze gewoon smekt. Dat jij floppers of zo, dat je zoveel HP had, gast. Hoe kon dat? Ik had alleen minis. Had ze jou niet hard gehit of zo? Jawel, ik was 36 HP. Hoe kan dat, gast? Ik snap er echt helemaal geen reet van. Ik heb hem gewoon even gesmakt, maat. Kijk, weer 5 HP bij. Oké. Okay. Fingers crossed, man. Als het goed is, zijn ze op het voetbalveld. Oh, no, 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 no. Ja, ze zijn al bij me. Ik heb een launchpad. Oh, man. Zet hem volgens mij. Ja, top, lekker. Ik vlieg naar je loot toe, oké? Okay? Ja, is goed. Oké, ik heb 50 resources, dan ben ik er doorheen. En ik moet mijn shot hier dus even hebben. Alleen nog een mini. Drop er nog eentje bij. Ik heb er nog een mini bij gedropt. Lekker, lekker. Ik heb 2 minis nu ingenomen. Ze gaan het sowieso weghalen. Ja. Eentje gekrekt. Wat een stressvolle situatie dit. Ik heb heel weinig resources. Er ligt daar nog een big shield. Oh mijn god, hoe kan dit nou weer? Ongelooflijk. Milliseconden gaat de medkit niet in. Allebei gekrekt. Ja, eentje is waarschijnlijk nou geheeld, die andere... Oké, zal ik top, zal ik hide pakken of niet? Ik zit er wel bij. Ik kan naar me komen, maar... Ja, ben er. Ik heb geen idee waar die gasten zitten. Okay. Eentje weer 66 hitte blauw. Ja, die ander zit boven of onder mij. Ik zie hem zitten. De blauwe skin nog een keer gekrekt. Oh nee, ik val naar beneden. Die dynamo skin die is echt one shot, gast. Dan top. Lekker. Goed spel, man. Was ik dit? Oh. Nee. Oké. Dat is even nieuw voor mij. Hoezo zeg jij dat jij er was? Dat was je helemaal niet. Ja, nee, dat geloof ik ook helemaal niet dat ik dit kan. Dus ik geloof je gelijk als jij dat zegt. Nou ja, geinig dat ik ook een keer 2 kills kan pakken. Ben je nou zo aan Leroy? Kom op, man. Nee, kom op, man. Nee, ik weet niet, man. Ik heb alleen geen medkits meer. Ik heb 3 medkits. Dus don't worry. Dat is wel sexy. I got you. Het enige wat ik totaal niet heb, zijn de AR bullets. 22, wel geteld. Oh, 700. Oh! Kunnen we wel een vuil maken? Op zich kunnen we wel even killen. Op zich kan jij wel wat ruimte maken, hè?
Als jij mij een medkit geeft, kan ik op zich best wel wat kogels erop. Nou, dat vind ik dan toch op zich, hè? Een redelijk aanbod. Een redelijk aanbod. Ik weet dat je niet heel ruim zit in de AR bullets, maar toch. Op zich vind ik dat mijn aanbod nog een beetje over de top is. Maar ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Dat vind ik eigenlijk ook wel. Nee, hier bij deze je smetkit. Alsjeblieft. Nou, dan heb ik hier ook wat kogels voor je. Ook wat shotgun bullets? Ja, oeps. Ah, hij pakt een smetkit mee. Nou, we zijn goed. Er was geen goede ruil. Ik wil het zeggen, was er geen deal? Welke deal? Heb je het over, maat? Mat. Matti! We zijn hier, maat. We zijn hier weer een lul, maat. Ja, wat top, die reboot, gast. Kijk dan, hoe hard ik er weer bovenop ben gekomen. Is dat een klein natuurlijk gewoon? Ja, dit is wel een tuurlijkje waard. Ook dat ik dan net even gewoon 2 kills pak, weer helemaal terug in de game ben. Dat is wel een tuurlijkje waard, toch jongens? Toch tja, Let me know tja. Ja. Oh my god, tja. Ik heb trouwens nog één big shield bij me, dus ik kan je die geven. Maar ik weet niet of het nodig, ja, of het worth it is, zeg maar. Ja, moet je zien, let op, hè. Maar oh maat, wat ligt hier gewoon? Oh, zit hier. Ah. Hier zit gewoon een heel duo. Ah, this makes sense. Ja, nee, precies. Zoek jou nu. Ja, dit is top. Er zit daar gewoon een heel duo. Maat, dit ging heel snel allemaal. Ik had geen idee. We hebben net een natuurlijkje waarschijnlijk in de chat gegooid. Maar je kan eigenlijk gebruik maken van de undo in de chat. Ja. Undo button. Kleine undo. Just oh, trouwens, ze zijn vooruit gepusht. Oeh, dat is wel even lekker. Gewoon even snijden de andere. Oeh. Ja, dit had ik echt niet zien aankomen. Dat daar in één keer 2 mensen zaten. Nou, het zag er ook gewoon niet zo uit. Dat kan wel. Ja, dan moet ik echt gek shit in doen. Zo, je hebt toch gewoon een reboot van Fancy? Ja, maar dan moet ik daarvoor gek shit in doen. Oh! Kijk, ja. Ik ben geen mongraal, zeg maar. Jawel, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Jij bent pauper goed. Jij kan dit gewoon, hè? Ik weet het, ik ben hier zo goed in maat in het spel. Hier. We hebben niet eens meer door dat je daar bent. Ik zeg het je één ding, als dit lukt, Thomas. Echt. Leuk. Oh. Zo naar de GG van iedereen in de chat, hè? Nou, hij zit letterlijk op je reboot. Ah, easy, gast. Je hebt wel eens ergere plekken. Is niet te doen, maat. Ik wil graag mijn punten houden, eigenlijk. Ja. Nee, dat is al weg. Ja, nee, kan nu ook niet. Nee, ik hoor inderdaad niet bij. Jongen, daar gaat meeting weer. Oi. Zou ik hier gewoon een heel potje blijven zitten? Zo? Gewoon staken. Hoe lager? Oeh, lekker! Edit man, broer, kom, 1 keer pieken. 1 keer doen. Over de fatu. Over de kleine fatoetje. Hey, top 12. Lekker man. Heel lekker. Die heb je gewoon eventjes. Hoppa. 1 kleine snipe tussendoor. Ook wel fatoetje geweest. Jij trouwens vies, zeg. Iemand kan jou zien, maar jij kan hun allemaal wel zien. Oh, dat zijn de lekkerste hoor. Alleen dat met zijn de lekkerste. Nou, dat was dus 10 keer niks. Oh, het zag heel raar uit op mijn scherm. Ik moet hier hele snelle loesje zetten. Dat denk ik ook, ja. Oh, die minis, die kan jij wel gebruiken, Matsko. Nou, ik spring liever een bosje, maat. Ja, dat was helemaal gepland. Ik zag het gewoon na je movement. Dat is echt helemaal wat je wilde. Ja, daarom. Even lekker in dat bosje springen. Chill. Niet jouw steen, hoef allemaal niet te bouwen, joh. Niks voor mij. Nou, hoezo dan? Nu heb ik hem gehoord. Maar nou ligt die shotgun daar wel te koekloeren, of niet? Ja.
Nice. Dat denk ik wel. Ja, ik was net een lekker schouds karretje aan het oppakken. Next thing I know is dat ik helemaal belag werd door een heel duo die op een strot zat, weet je wel. Next thing you know, back to Osso. Niet heel lekker. Niet heel lekker. Niet zo lekker. Jongen, jongen. Moet ik helemaal gaan editen om dat ding weer op te pakken. Wat heb je toch zwaar, hè, Noah? Het zit ook allemaal niet. Oh, mee. Wat heeft die Noah toch zwaar? Oh, mijn god. Ongekend. Wat wil je doen? We zijn er klaar mee, we gaan gewoon neerzetten. Ja, gewoon lekker. Zit je wel echt lekker in de cirkel? Tuurlijk! Ja, dat is de hoorn, hè? Dat is het teken. Dat is waar, dat is waar. Dat is het teken. Hoe gaat het met jullie allemaal in de chat, jongens? Ik ga eens even lekker wat vragen beantwoorden. Ik heb nu toch niet heel veel te doen. Noah, die redt zichzelf wel. Hebben jullie nog wat vragen voor mij? Wat leuke, leuke vragen. We hebben 2900 kijkers. Het is 10 over 12 s'avonds. Letterlijk om 12 uur s'avonds hadden we zelfs nog 5700 kijkers. Ik kan ook niet wachten om te zien hoeveel views deze stream gaat hebben als die online komt als video. Ik denk, ik mag verspillen man. Ik denk 140k of zo. Zoiets. Dat is bizar. Dat is bizar. Oh, dat valt wel mee. Ik denk serieus dat er nu 140k unieke kijkers zijn geweest op deze stream. Dat is echt insane. Minecraft is leuk, rode listik. Kom op, zegt Max. Max. Oh! Noah! Doe dat eens even niet, joh! Oh, wat heeft hij loot? Oh mijn god. Kijk je wel, gauw boef. Kijk die puppet! Oh, die loot! Maat! Oi, oi, oi. Zou je niet dubbel healing spelen? Nee, dat is, ik ja, denk dat ik het moet doen, man. De medkit heb je niet veel aan, maat. Ja, dat is wel zo. Het game heb je daar niet heel veel meer aan. Hoe gaat het met de katten? Met de katten gaat het supergoed. Absoluut. Hoe lang ga je nog live? Totdat we er geen zin meer in hebben. Dat zeg ik altijd. Dat is ook echt zo. Gewoon, als ik het gevoel heb na dit potje, ik heb er geen zin meer in, dan stop ik ermee. Maar dat gevoel heb ik nog niet. Dat kan ik jullie wel vast verklappen. Ik vind het nog hartstikke leuk. Dus zolang Noah het ook nog leuk vindt, gaan we gewoon door. Ik heb nog meer vragen. Hoe is Tuurlijk ontstaan? Nou ja, we wonnen gewoon een keertje een potje. En het was echt van, tuurlijk winnen wij dit potje. Natuurlijk, weet je. Gewoon tuurlijk. Nou, zo ontstond het. Dus dat is eigenlijk goed. Lees donatie. Oh, we hebben donaties. hier zo, ST van 1 euro, mannetjes, gefeliciteerd. Heel mooi gedaan. Dat je nu goed, wat nooit is te klappen. Laat zien dat een biertje Brabants goede volk is niet. Succes voor de maatjes. Blijf jullie volgen, trust, tot de volgende keer. Houdoe. Houdoe. ST van, houdoe maat. Leuk dat je weer bij was. Houdoe op tijd. Sjoerdes, 5 euro, je bent baas. Kijk alles van jouw filmpjes. Sjoerdes, dat is heel tof om te horen. Dankjewel voor je support, broski. Tim, 3 euro. Tuurlijk, MacRap. Noah, held. Nou, tuurlijk. Tuurlijk. Tim, dankjewel voor de 3 euro. Sian, met de 3 euro, wat ben jij? Een Donnie. Hashtag Donnie Roy. Hashtag Donnie. Hey, doneert geen Donnie. Je doneert 3 euro. Bijna een Donnie. Donnie min 7. Maar dankjewel, Sian, voor 3 euro. En Steven met de 1 euro, die zegt gewoon, tuurlijk. Oh, wow. Hij zegt gewoon tuurlijk. Gelijk heeft hij. Die man die gaf me even een goede laser. Ja, gaf jou één white smack. Maar dit is wel lekker dat hier gewoon die minis natuurlijk. Oh, wat goed sta jou in één keer. Wat is waar komen ze vandaan, gast? Oh, man. Ja, dit is lame. Dit noem je nou lame. Dit noem je nou lame. Dat je gewoon solo bent, je doet je best, je bent lekker aan het strijden. En dan komen er even twee guppies zo lekker op het koppie. Zag ze niet eens aankomen, joh. Yes, fact, yeah, man. Is het trouwens, ik zie dat het hier in maximaal tot 12.000 gaat. Zouden er serieus mensen zijn met 12.000 arena points? Ja. Nee joh, slijp. Ik ga even kijken. FNCS, week 2. Kijk eens even. Maart 28, dat hebben we natuurlijk al gehad. FNCS week 3, daar gaan we dus aan meedoen. April 4. April 4. 4 april, Noah. Aanstaande zaterdag. Zet die dus maar alvast even in je agenda. Hoe laat? Ligt eraan hoe laat, want ik moet zaterdag ook knippen. 3 uur tot 6 uur, smiddags. Ik zet hem wel vast in. FNCS week 3. Om 3 uur p.m. Ja, ik neem aan dat dat Nederlandse tijd is, toch? Voor ons.
Nou, dat weet ik niet, denk ik wel. Ja, dat lijkt me wel. Er staat gewoon 4-4, oftewel 4 april. 3:00 PM tot 6 PM. Kunnen jullie dat bevestigen, jongens? Begint het om 3 uur 's middags? Nederlands tijd? En kan jij even regeren hier, Noah? Oh ja, dat kan ik wel. Dat moet wel lukken. Begint het dus 3 uur Nederlandse tijd? Want dan heb ik hem nu goed in mijn agenda staan. Dus letterlijk dus eigenlijk morgen, als je het zo bekijkt. Want het is nu al vrijdag. Maar ja, geen leuk grapje. Tenminste, het is geen grapje. Het is echt zo. Maar je snapt wat ik bedoel. Het is eigenlijk overmorgen. Dan de FNCS. Oké. Okay. Is het dus 3 uur 's middags? Vrijdag om 3 uur, zegt iemand. Lijkt me dus niet, want... Wow, nou, dan weer weg. En we zijn Lucio. Ja, en altijd. 3 uur op vrijdag, zeggen heel veel mensen ook. Ik zag het net toch echt goed staan. Tot 4 april. 4 april, 3 uur. Ja, het is Nederlandse tijd. Oké. Okay. Ja, gewoon zaterdag 3 uur, Noah. 3 uur tot 6 uur. Fucking veel zin in, gast. Holy shit. 3 uur, dat moet wel lukken, dat moet wel lukken. Ik denk al dat ik paraat ben. Kale goeie. Kale goeie. Hey, Estefan, trusten. Houdoe. Hey Roy, what the fuck? Moet je zien. Mottegij. Moet te zien. Tuurlijk! 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 Natuurlijk zijn, wat goed. Alright, ladies and gentlemen, we're going to play another game. Let's sit back, enjoy, you know. We're gonna kill some people, we're gonna get the sniper, the heavy sniper, we're gonna kill a lot of people. Actually, we're gonna win the game. Are you ready for this one? Af en toe dan denk ik wel eens van, yo, hoe chill een job heb je gewoon als je bij de Amerikaanse radio werkt. Dat is toch fantastisch. Dan mag je echt zo'n overdreven radiostem opzetten. En dan mag je gewoon lekker de hele dag radio maken. Dat is toch fantastisch, gast? Ja. Zo chill. Gast van, ladies and gentlemen, it's nice you're all listening to Texas Radio. Today from the country roads, you know what I'm saying? We're gonna play Sweet Home, Alabama. Enjoy. En dan kan je Sweet Home, Alabama. Country roads, you can do. Take me home to a place. Whoa. Where I belong. Maat. Eentje is 20 HP onder mij. Heb hem. Heb jij er ook een? Ik heb er ook een, maat. Tuurlijk! Lekker. Eentje bij mij. Kom maar aan. Hij is in dit huis, maar hij heeft wapens en ik niet. Ja, ik heb pistol en een beurs, maar hij heeft shotgun en zo. Oh no. Dus ik loop even naar het huis tegenover. Dat is een guy. If you don't mind. Do it please. I don't know. Zitten mensen op mij, maat. Kom maar aan. Nee, joh! Holy damn, maat! Een 50 euro dono! Hohoho! Holy shit! Wacht, ik kom er zo op. Is McNoach. Uiteindelijk een mooie shotgun, maat. Is loose. Shotty spaghetti had je. Ik hoor het al, jij hebt een... Ik had hem paas. Ja, kort al. We zijn nu. Zo. Ik had hem nog één keer lekker gehit, maar dat kon ik niet. Denk dat ik nog in de pot doe, match. Is goed. Diffie Robin met de 50 euro. Holy damn. En die zegt dus... Tuurlijk! Gefeliciteerd met je Champion Division, Diffie Robin. Robin, dankjewel gast voor de 50 euro. Mag ik even een hype in de chat voor Diffie Robin, want dit is insane. Dit maak je niet vaak mee. Dat iemand even een 50 euro donatie doet, dat is bizar, belachelijk. Dat is één dikke tuurlijk. Dat is één dikke tuurlijk in de chat waard, een hype in de chat waard. Diffie Robin, dankjewel gast. Holy damn, dat is echt much love bro. Holy shit. Ja, absoluut.
Holy shit. Roy, als ik me verveel, dan ga ik gelijk naar je video's kijken. En dan verveel ik me gelijk niet meer. Zegt Alexander Grabes. Kijk, daar doen we het voor, Alexander. We doen het gewoon puur voor tijdverdrijf. Tijdverdrijf. En jullie toch wel een beetje vermaken. Elke dag. Tenminste, daar doe ik mijn best voor. 3:30 video. 4:30 Fortnite. Oh, je mag best ready, trouwens. En om 4:30 een andere video. Minecraft, blijkbaar dus ook erbij. GTA 5. Wat heb ik nog meer voor games? Ik weet het niet eens. Warzone, het kan van alles zijn. Alles zijn wat ik op 4:30 ook nog eens extra online komt. Elke dag weer een feestje. En regelmatig dus livestream. Zoals vandaag kwam ik om 4:30 een Fortnite video online. Om 4:30 een GTA 5 video. En om hoe laat ging ik live? 8:30 s'avonds nog een Fortnite livestream. En we zijn nu om 12:30 s'nachts nog steeds live. Het is bizar. We doen lijpe dingen deze dagen. Stijn Cox, dankjewel voor je sponsorship. Jij hebt vanaf nu groene naam in de chat. Royalistic logootje voor je naam en toegang tot alle emojis. En er wordt nog steeds, as we speak, gewerkt aan een sponsor animatie. Dus als je sponsor wordt op mijn kanaal, dat er dan ook een vette animatie komt. Daar is Patrick mee aan de slag. Ik weet niet of Patrick nu toevallig in de chat aanwezig is. Maar hij is er dus mee bezig, jongens. Hij heeft ook alle andere animaties gemaakt voor de dono's. Dus ook die animatie Patrick kan denk ik niet lang uitblijven. Gaat helemaal goed komen. Zie ik het tuurlijk in de chat, maat. Of ja, course. Maar echt, hè. 50 euro donatie, gast. Doen we even normaal, joh. Oh ja, dat is wel lekker. Dat is wel lekker. Ja, dat is niet normaal. Dat is wel lekker. Ja, ik vind het helemaal niet normaal. Dat is eigenlijk niet normaal, joh. Alright. Oh, dit wordt een goede landing, man. Op Pleasant. Dit wordt druk. 100% dit wordt druk. Let's go. Gast, ik heb nu al zin in FNCS, hè, zaterdag. Ik heb er gewoon nu al zin in. Dat wordt gewoon echt heel dik. Dat wordt heel dik. Ja, dat is best dope. Ja, sowieso. Alleen, goeie creators, maat. Dat is het enige kutte. Ja, tuurlijk. Maar ja, je gaat daar wel zoveel beter van worden weer. Zoveel zieke practice. Ik vind het leuk, man. Ik heb daar echt naar uitgekeken. En nu is het gewoon zover. We hebben champion behaald. We kunnen nu samen, als duo zijnde, de FNCS doen. Livestreamen. Yo, ik hoop echt dat jullie er allemaal bij zijn. Want het gaat zo vet worden. Het gaat zo vet worden. Oké, okay. Zijn mensen bij jou volgens mij of niet? Hij is naast mij, man. Oké, okay, beter. Hoppa, pistol burst. Let's go. Dat zijn de wapens die we willen zien. Dat zijn ze inderdaad, gast. Lekker. Dat zijn ze, maat. Heel lekker. Pauper pistol en burst. Ik heb gelijk 6 minis, gast. Dat is wel echt insane. Ja, nog een mooie SMG, maar meer ligt er niet. Ja, heb je in ieder geval wel iets voor de close range. Dat is dan wel chill. Oh, punt. Kijk, ik heb dus ook nog 2 minis voor jou, gast. Ja, ik heb minis. Ja, lekker. Oh, loopt er eentje bij mij. Ik heb alleen een pistool. Wow, wat doet hij dan? Hij is bij me, Ik heb letterlijk alleen een pistool. Nu een blauwe AR. Neem ook een medkit gelijk in. Ie, omdat iemand hem nog heeft gehit, krijg ik de kill niet. Nee. Heel lelijk. Past. Ik ben al lang blij dat je me hebt gezien. Ik had hem zo tering weak. Springt hij naar beneden, hit iemand hem nog, pakt hij de kill. Ja, dat is ja, daar geen woorden voor hoe lelijk dat is, gast. Fuck, nou, ik leeg. Can't say anything else, mate. Achter ons. Zit hier onder, gast. Ja, zie je, zit hier. Ook nog. Ja, ik ben dood. Ik heb de grootste laser ooit mogen ontvangen die ik ooit heb gekregen. Oh mijn god. Wow, ja man. Kan niks doen. Alleen een pistool. Ja, ik had ook niks.
Ah. Jammer, man. Jij wilde ermee stoppen, toch? Of niet? Kun je nog door? Ja, het spel maakt een beetje boring, you know. Zeg maar wat je wil. Kunnen we nog eentje doen? Wat je wil. Allerlaatste. Allerlaatste, oké. Okay. We hebben nog een 10 euro donatie van Bakkertje. Die zegt altijd lekker voor het slapen even een video kijken. Bakkertje, dat vind ik heel erg leuk om te horen. Dankjewel voor de 10 euro, bro. Ook nog Cas B met 3 euro. Yo, Roy Jung. Zeg schot, verdamme tegen die Noah dat die grote gek uit het mooie Brabant is, Jung. Niet de mami, man, jongen. Zegt die Cas B. Nou, bij deze, Noah. Je bent godverdamme een grote gek. Uit het mooie Brabant. Brabant. Daar ben je jezus gewoon met 12. Godverdomme, ja. Dankjewel voor de donatie, Cas. En dan hebben we nog Smal Dick. What the fuck is dat voor naam? Hij heet gewoon letterlijk Smal Dick. En hij zegt, goed om te zien dat jullie weer samen aan het knallen zijn. Jullie zijn goed vooruit gegaan. Hoop dat jullie gaan knallen op de FNCS. Succes daar. We gaan ons best doen, gast. Holy damn. Of course dat wij keihard ons best gaan doen. Dankjewel voor de 5 euro. Ook leuk om te horen dat wij vooruit zijn gegaan. Dat waardeer ik. Dankjewel. 5 euro's op je mail. Op je mail. Laat jullie even horen, jongens, voor het laatste potje. We gaan risico nemen. We gaan gewoon lekker naar Pleasant Park toe, denk ik. Eerst even overleggen met mijn compagnon Noah. Die het over het algemeen altijd wel prima vindt om naar Pleasant Park te gaan. Noah, vind je het prima om naar Pleasant Park te gaan? Waar is dat? Noah vindt het goed om naar Pleasant Park te gaan. Oké, top. Laatste potje Pleasant Park. Ja, het gaat druk worden. Het gaat minimaal druk van worden van mij. Nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Nee? Nou, ik wil. Nee, nooit van gehoord, meer. En sta altijd gekuist, wil. Oké, there we go. Take me home. Ga je nog met Donner om? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. We bellen echt serieus. Nou ja, dat wil ik ook weer niet zeggen. Niet dagelijks, maar we bellen wel echt minimaal wel 2 keer per week. De enige reden dat we nu niet chillen is puur vanwege coronavirus. Hij mag de deur niet uit. Ik mag ook eigenlijk niemand zien. Hè? Ik zit ook volledig in quarantaine. En als ik de deur uit ga, dan hou ik echt die 1,5 meter afstand. Handen wassen, et cetera. Dus nee, het heeft niks met onze vriendschap te maken of zo. Het is gewoon puur dat hij echt de deur niet uit mag in verband met coronavirus. Dus daarom neemt hij ook alleen maar vlogs op met zijn vriendin en met zijn ouders thuis. Ja, dat is de reden. Eentje bij jou, één keer 30. Lekker. Ik heb een blauwe pistool. Nice. Dat wil ik wel even mee fixen. Goed. Ik heb een AR erbij. Noah zegt Mike. Mike. Volgens mij 2 mensen bij mij, man. Gooi een bot. Ja, ze hebben al een bot onder mij gegooid. Ik heb letterlijk alleen nog steeds een blauwe pistool en een. Ik heb letterlijk alleen 2 AR's, maar ik kom eraan. Oh fuck, dit waren de bots. Oh, ik heb die guy. Nu heb ik gewoon een pump. Beter. Ik hoor er buiten één, ik zie hem alleen niet. Kom maar aan. Mag gewonnen? Is die gast? Ik hoor hem lopen, maar ik. Ik help je wel. Volgens mij ben ik hem aan het spacen, gast. Ik heb die visual footsteps aanstaan, dus als die hier is, dan. What the fuck was dit? Wow! Jazeker wel dat hij er is. Ik ben ingeboxd, ik moest wel. Ik ben nog 1 bandage aan het innemen, daarna kan ik je helpen. Lekker Noah. Solid. Ik heb 2 minis voor je. Oh ja, goed. Er nog meer footsteps bij je. We zijn 4. Ik ben bij je. Ik ben nu bij je box. Ja, ik heb ze. Waar liggen ze nou? Hier. Neem ze nu in. Oh, er komen er nog meer. En 2. Oké. Hij is cracked. Ja, hij is one shot. Wat? Ik ben gewoon L2 spam, maat. Ik ook. Nou, dit is wel een mooi einde zo. Ik kon ook helemaal niet meer bouwen.
Ah, wat vervelend dat ze net aan die dood gaan ook dan, hè? Dat is gewoon fucked up. Dat is gewoon fucked up. Young. Mitchell nog met de 1 euro lekker bezig gegooid. Champion, goud. Gelijk vraag je, wat gebeurt er als je weer onder 6000 komt? Dan blijf je gewoon champion. Thank God. Dus het is niet zo dat als je onder 6000 komt, dat je je champion kwijtraakt. Dus ja, nu we eenmaal de champion hebben, hebben we gewoon voor altijd de champion. Dat is echt heel relaxed. Ja, en wat ik al zei. Aanstaande zaterdag FNCS week 2. Dus, of week 3. Wat is het nou? Even kijken hoor. Oh, wel week 3. Oké. Dus komen redelijk laat komen kijken. April 4. Ja, dat is echt zaterdag. Dus het is geen vrijdag, jongens. Ik weet niet wie dat net in de chat zei, maar 100% zeker. Ja, precies. 100% zeker. Dus dat het echt op de 4e start. En dat is zaterdag. Maar goed, voor nu ga ik de stream eindigen. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor het kijken naar deze livestream. Ik ga hem even op de big facecam zetten. Dat is deze. Terwijl ik ondertussen eventjes mijn Fortnite afsluit. Noah, thanks, matey. Ik spreek je zo. Jojo. Ja, jongens. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor het kijken. Ik vond het super gezellig. Echt werkelijk waar. Wat heb ik weer genoten van vanavond. Jullie support is insane. We hebben de hele stream lang tussen de 4.500 en 5... Nou, laten we zeggen tussen de 4.500 en 6.000 kijkers gehad. Eigenlijk vanaf het moment dat ik daadwerkelijk champion was, toen gingen de viewers naar beneden. Ik denk dat omdat iedereen gewoon aan het wachten was tot ik de champion haalde. Maar goed, dat maakt ook helemaal niet uit. Ik heb over het algemeen gewoon een hele leuke livestream gehad. Veel kijkers. Ik wil jullie bedanken. Hopelijk zie ik jullie morgen om 4:30 weer terug bij een nieuwe Fortnite video. En om 4:30 bij, uit mijn hoofd gezegd, een nieuwe GTA 5 video. Dus wees daar vooral lekker bij. Voor vanavond wil ik jullie bedanken. En tot de volgende. Laters. Hold on! Hold on! Ik ga niet mijn stream afsluiten terwijl er nog net een 50 euro donatie binnenkomt. Ik had al een bitterbal in mijn mond, want mijn vriendin heeft lekker bitterballen gemaakt. Maar Diffy Robin heeft weer 50 euro gedoneerd. En die zegt, je blijft altijd lekker bezig. Diffy Robin, ik hoop dat je nog aan het kijken bent. Ik ben je donatie niet vergeten. Ik heb hem nog binnen zien komen. Je bent een zieke held. Dankjewel. Holy damn. Ik wil nog een hype in de chat voor Diffy Robin. Want die guy doneert gewoon nog even op de valreep van de livestream 50 euro. Dat is bizar. Dat is wel een tuurlijkje waard. Een hartje in de chat waard. Alles erop en eraan. Holy shit, gast. Diffy Robin. Dankjewel. Ik hoop jou de volgende keer weer te zien. Net zoals voor de rest. Ik hoop jullie ook allemaal weer te zien. Maar Diffy Robin, dit is wel even heel bizar dat je op deze manier de stream eindigt. Thanks, gast. Holy shit. Tot de volgende.
Yeah.